Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society, because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond, beste mensen. Welkom. Welkom bij deze avond rond Kirak nummer 15. Mag ik even weten wie jouw Kirak-fan is? Jee. Mijn naam is Sascha Bronwasser. Ik ben jullie host vanavond. En als ik één ding... Ik zal de gasten verder het woord laten doen. Maar als ex-kunstcriticus kan ik alleen maar blij zijn dat hoeveelheden mensen op de been zijn voor zoiets ter dood verklaard als de kunstkritiek. Dat is fantastisch. Dus jullie zijn het levende bewijs dat mijn ex-collega's hier allemaal mee door moeten gaan. Dank jullie wel. Kirak, het illustere kunstkritiek duo. Kate Sinha zit hier voor me en Stefan Ruitenbeek, welkom op jullie eigen feestje. Jullie mogen klappen. Ze zijn toe aan hun 15e online kunstkritiek video. Ik geloof dat nummer 12 of 13 was nog in de kleine zaal. Nu zitten we in de grote zaal. Als deze lijn doorgezet wordt, dan wordt het Schouwburg Ahoy, denk ik zo, bij nummer 30. Nummer 15 is tot stand gekomen op een vraag van het Stedelijk Museum eigenlijk. Of zij op de hun zo kenmerkende manier zich wilde buigen over de nieuwe presentatie van de collectie van het Stedelijk Museum, Stedelijk Base. Dit speelt dus eind vorig jaar ongeveer. Dat hebben zij gedaan, die film gaan we zo bekijken. En daarna volgden nog een heleboel andere dingen waar we het daarna over gaan hebben. Er zijn drie gasten die ik vast even wil aankondigen die straks een column gaan voorlezen. Dat zijn Margriet Schavenmaker, Geert en Waling en Thomas van Huut. Ze zijn er ook, daar en daar. Welkom. Ja, mag. En dat applaus is zeker niet overdreven, want er zijn genoeg mensen die op de vraag wil je op een avond bij Kirak iets komen zeggen, onmiddellijk ophangen. Dus heel goed dat ze er zijn. Ja, jullie mogen nog naar binnen. En verder voer ik hier tussen die columns door de hele avond het gesprek met Kate, de helft van het duo, en met Rutger Ponsen, die zit hiervoor. Ook welkom, Rutger Ponsen. En de verdere introductie volgt natuurlijk zo meteen. Laten we eerst gaan kijken naar Kirak nummer 15, Time's Up, Old Man. Welcome to Kirak 15. Time's up, old man. All these people want to know what Rem Koolhaas, the architect, did to the Stedelijk Museum. But first, Margriet Schavenmaker, curator of the Stedelijk Museum, will tell everybody what problems they encountered when redesigning the permanent collection. Je loopt ook best aan tegen wat problemen. Bijvoorbeeld dat de collectie heel westers georiënteerd is en voornamelijk uit kunst van mannen bestaat. Ik moet je iets geks vertellen. Een jaar geleden zat ik bij deze mevrouw in het kantoor
van het Stedelijk Museum. En ze zei tegen mij, Stefan, ik word doodziek van die identity politics hier en dat neo-marxistische gelul. Dat zijn maar gietschaven maken tegen mij. Hè? En zei, maar ik moet morgen, dit was een jaar geleden, deze persconferentie, moet ik weer dat verhaaltje gaan ophouden, want ik ben onderdeel van het museum en ik moet die ideologie uitdragen. Maar ik vind het wel leuk om jullie over een jaar een podium te geven om daar een beetje een mix in te brengen. Hey, dat. Ja. Susan Robertson. Zij is dus namelijk tentoongesteld, terwijl als je kijkt naar Mondriaan en Breitner waren een enorme fan van haar. Zij was heel belangrijk aan het einde van de 19e eeuw. Maar ook al dat hele abstracte zo, hier. Blauw, geel, rood. Ja, dit is ja, inderdaad Mondriaan. Ja. Then the journalists are allowed to leave their seats and enter the exhibition where Rem Koolhaas will take them around and do a tour and show them his innovations. And one of the journalists is Joyce Roodnat. She works for NRC newspaper and she's recording a little podcast. Rem Koolhaas is telling her a little story. He is telling her that he hung a couple of paintings extra close together with a purpose. To liberate these paintings from their machoism. By hanging them together in a little corner, they become more refined and delicate. Ik denk dat je ook hier ziet een soort verfijning en ook een vermogen om zich te associëren met andere dingen die niet de bedoeling waren. En dat zie ik eigenlijk bij deze alle drie. Oké, ze zijn enorm macho, maar ze spelen ook verrassend mee in een soort delicatere verbanden. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. Ze worden bevrijd uit hun machoïsme. Als dat de bedoeling is, ben ik wel. Ja. Ik ben een professionele journalist, althans dat probeer ik uit te hangen. En ik was daar bezig. Ik herinner me dat. Ik herinner me ook helemaal niet meer wat hij gezegd heeft. Ik was alleen maar bezig. Ik moet een vraag stellen. Maar ik begrijp niet wat hij zegt. Dus ik kan ook geen vraag stellen. Ja, en als je dat terugziet, wat voel je dan? Als ik dat terugzie, dus een goed, ja, dan denk ik, ik begrijp nog steeds niet wat hij zegt. En ik wou dat ik dat niet zo duidelijk van mijn gezicht had laten lepelen. Want ik zie het heel erg. En waaraan zie je het? Ja, mijn ogen. Ik zie steeds zo'n beetje knijpen. En ook de manier waarop ik afscheid neem. Ik ben echt blij dat ik er van af ben. Ik denk, nou, dat moeten ze maar uitzoeken als ze het gaan monteren. Want ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus dank je wel. Goed. Dus we vertellen ook een nieuw verhaal. En in dat nieuw verhaal gaat het niet om onderlinge concurrentie en superioriteit. Maar gaat het om de kwaliteiten van het ding zelf. Of bijvoorbeeld de kleuren die met elkaar iets te maken hebben. En je zou dus kunnen stellen dat deze dichtheid onmogelijk zou zijn of niet zou werken. Maar hier zie je dat ze wel degelijk ook andere kanten hebben die kunnen worden gemobiliseerd. Maar tegelijkertijd zijn we gewoon aan het wachten tot die babyboomgeneratie dood is. Ja, maar volgens mij zijn ze er zelf ook op aan het wachten als je ze zo ziet. Ze weten het gewoon echt niet meer. Ze zijn gewoon losgeslagen. Dus ze hebben gewoon echt geen idee meer wat ze nou gaan zeggen. En ik vond wel, dat is wel heel schattig dat dan Joyce Roodnat dan ook zelf toegeeft. Misschien uit valse bescheidenheid, want ik denk dat ze hier zoveel over geschreven heeft dat ze het eigenlijk niet zou kunnen volhouden wat ze nu zei. Maar dat ze zegt, ja, ik snap niet wat Rem Koolhaas zei. Ik wilde graag dat het afgelopen was. Hey Poeps. Hey Poeps. Rem Koolhaas zei net tegen een journalist dat deze vier macho's die achter jou hangen in deze opstelling bevrijd zijn van hun machismo. Als ze een beetje naar elkaar moeten kijken. Het is wel echt waar. Als je niet frontaal naar die dingen kijkt, dan krijgen ze heel... Dat is ook een beetje sadistisch of zo bijna bij deze werken. Vooral bij die de koning. Ja, ineens is het zo'n ding wat uit zijn ooghoeken moet kijken. Naar een beetje zo van, oh, wat gebeurt er links of rechts van mij? Terwijl het natuurlijk eigenlijk heel fier vooruit wil kijken. Waardoor je ineens dat zelfbewustzijn ineens niet meer zo stoer is of zo. En je kan je natuurlijk afvragen of je dat wil. Waarom zou je dat afvragen, Kate? Nou ja,
als het dan macho werk is, dan wil je de macho zien, denk ik. Maar natuurlijk eigenlijk dat verlies je niet als je die pauwveren ook weer belachelijk maakt of zo. Maar wie neem je nou op de hak dan? Dat is toch de vraag? Ja, dat is de vraag. Ja, dus je hebt dat beeld van die vier mannen die nu een beetje in de hoek staan en elkaar aan moeten kijken. Zijlings, niet rechtstreeks. Niet in confrontatie, maar in gedwongen samenleving of zo. Waarbij je dus wederom eigenlijk dan inderdaad de curator of de architect hebt, die staat daar naar te kijken en die gniffelt daar een beetje om. Zo van, kijk wat ik heb gedaan met die mannen. Ze worden bevrijd uit hun machoïsme. Dat is als dat de bedoeling is. Terwijl die mannen, net als jij, Rem Koolhaas, even goed eigenlijk hebben gedaan met dat modernisme wat ze ermee konden. En dat machisme was daar een onderdeel van. Dus die lach om die mannen die dan in dat hoekje staan is eigenlijk een hele gekke lach. Want lach je dan ook om jezelf? Of is het alleen maar een soort van kleine kwinkslach? Waarmee je dus alsnog weer gewoon op een machismo manier verhoudt tot die andere macho's. Zo van, laat hun maar in de hoek staan, dan ga ik daarom lachen. Zijn er nog andere gedachten die bij je opkomen? Ja. Ja, ik bedenk me nu ineens dat het is natuurlijk ook een zelfrelativering. Dus de curator of de architect gaat hiermee zelf ook een beetje in de hoek staan. Die zegt eigenlijk, dit zijn de passies en de vuren waarmee ik ooit als een soort van jeugdig iemand ben aangestoken. Modernism and also American modernism was very important for Rem Koolhaas. It was his ideology, belief system. And these paintings, abstract expressionist paintings, are sort of the New York godfathers of that ideology. Maar nu realiseer ik me ook hoe relatief dat is in verhouding tot een soort van inclusiever beeld, bijvoorbeeld van het modernisme. Dus die bevrijding van dat machismo is ook een soort zijn eigen bevrijding van zijn machismo. Maar je hebt gewoon jezelf ermee. Het is dat frontale en meer dan dat is het ook werkelijk niet. Dus je kan het helemaal niet relativeren, want dan is het gewoon weg. En dat maakt mij niet uit, want ik ben er op zich al niet in geïnteresseerd. Maar waarom moet ik dan kijken naar het weggerelativeerde macho-modernisme? Want de suggestie is dat mij daarmee in dienst wordt bewezen. Want ik moet dan ook onderdeel uitmaken van die inclusievere samenleving / modernisme of zo. Maar ja, als we echt zo kinderachtig gaan doen, dan hoef ik dat ook helemaal niet. Ja, dat niksige daarvan. Dat inruilen van dingen voor niks. Mijn waardering? Ruil je nou hun machisme voor mijn waardering of zo? I'm trying to look at a Nicky de Saint Val, the one with the Jesus in the middle, and a Francis Bacon on the right. But Kate is still preoccupied with the way Rem Koolhaas wants to look at machos. Nog iets. Die veronderstelling dat machismo iets is wat je niet al sowieso als relatief ervaart. Ik bedoel, ik zie dat al als ik naar dat werk kijk. Ook als ik er frontaal naar kijk, ik zie zo'n koning, dan zie ik die macho die voor hem een voorwaarde was, maar die heus niet als het ware als een soort verstikkende deken over mij heen komt vallen als ik naar dat werk kijk. En dat geldt ook voor andere vormen van macho. Dat is een soort aanname nu, dat macho absoluut is. En dat het daarom ook weer gerelativeerd moet worden. Dat het zich gedraagt als iets wat als het ware domineert. Terwijl het heel vaak eigenlijk een hele kleine aanwezigheid heeft in een geheel of zo. Hè. Het staat altijd namelijk in relatie bijvoorbeeld tot misschien een bepaald soort vrouwelijk gedrag. De meeste machos zijn ook heel vrouwelijk. Dus het is gewoon een valse aanname over wat machismo is. En dat het dat je er niet buiten zou kunnen of zo, als het er is. En dat het daarom ook kleiner moet worden gemaakt. Terwijl, stel nou dat je zou aannemen dat wij allemaal last hebben van een soort van patriarchale samenleving. Dat is bovendien ook iets heel anders weer dan macho gedrag. Het zijn namelijk niet de macho's die uiteindelijk macht hebben. Het zijn eigenlijk de macho's die vaak een soort van versiering zijn rondom plekken van macht. Terwijl het traditionele patriarchaat veel meer een soort ja, zware, conservatieve achtergrondaanwezigheid is die drukt.
Ja, dat geldt helemaal niet voor die Willem de Koning, vind ik. Het heeft daar niks mee te maken. Dus als je ideologische oogmerk is om iets te zeggen over inclusiviteit, dan gaat het hier gewoon mis. Want die macho moet dan toch ook plek krijgen in die inclusieve samenleving of zo? Mag die dan ook gewoon frontaal gezien worden? Of alleen die dan niet? Hij mag dus eigenlijk niet in zijn macho-heid bekeken worden. Ja. I'm trying to make Kate aware of her new environment. The artworks that she is now at this moment surrounded by. She starts to look at a tableau behind her. And she's convinced that it was made by a woman. Dit lijkt me van een vrouw. Maar dat is niet zo. Nikki? Oh, dat is wel zo. Hoe kon je zien hieraan dat het van een vrouw was? Dat is hysterisch. Menstruatiebloed dat overal op moet worden gesmeerd. Het soort van hoorden van antieke of oude of weggegooide spulletjes. Die dan op een soort voodoo manier weer moeten worden opgehangen. Het gebruiken van geweld om een soort statement te maken. Zonder dat er gewonden vallen, zeg maar. Dus eigenlijk het tonen van wat zij dan zou willen dat met haar zou gebeuren. Dat projecteren op een soort van bloedige muur. Wat zij voelt, dat voelt die muur nu ook. Dat is denk ik een soort van hysterische waanvoorstelling. Hysterie wil dat de innerlijke toestand ook op een soort van dominante manier aanwezig is in de ruimte. Door bijvoorbeeld flauw te vallen of door zo'n kunstwerk te maken of te gaan schreeuwen. Maar op een manier die niet meer voor rekening vatbaar is eigenlijk. Of in ieder geval dat niet meer wil zijn. Van dit heb ik gewoon gedaan, want dit is wat ik voelde. Dus kun je ook niet op afdingen. Dat is het idee. Komt natuurlijk ook echt uit de tijd dat het idee is dat dat dan de enige manier is om je te uiten. Hè? Als vrouw, omdat je alles binnen moet houden en je eigenlijk een soort van ideaal moet gedragen. Ik bedoel, je kan iemand die hysterisch is eigenlijk niet kwalijk nemen dat hij dat is. Want het is zo'n sterke kracht dat hij er gewoon uitvloeit. De schaamte voorbij. En daarom is het natuurlijk ook een wapen in een soort van onderdrukte situatie. Of in ieder geval een zelfbeschermingsmiddel. En dus wel degelijk een vorm van vrouwelijk macho als dat plaatsvindt op een plek die helemaal niet onderdrukt. The only way to protect yourself against the evil doings of curators is to create artworks that generate their own contexts. She starts to look at the Francis Bacon. Mooi hoor. Het gevoel van dat water als het ware uit die kan wordt gegooid. En dat er een soort van draaiende of gewichtloze toestand is waardoor dat water omhoog vliegt. En die suggestie wordt eigenlijk gewekt door die kleurvlakken en dan die cirkelvorm. Dus wat hij wel altijd doet, is het gevoel van een soort van testruimte oproepen of zo. En dan in die testruimte is de menselijke vorm niet meer vast. Dat er iets in je is wat als het ware wegglibbert over de rand. Dat zit dan in jou. Ik vind het toch een interessante symboliek voor bepaalde gevoelens van verwarring of tegenstrijdige verlangens en dat soort dingen. Dat je iets in je hebt dat weg wil kruipen en iets wat sadistisch is en iets dat wil ondergaan en tegelijkertijd vluchten. Maar dit, wat ze nu, als ze er waardering zo uit, dat vind ik zo fijn aan als jullie over kunst praten, omdat ik helemaal niet die kennis heb. Ja, kom ik altijd met dezelfde woorden als ik iets mooi vind. Ik kom altijd met menselijk of gevoelig of zacht. Daar word ik heel kriegelig van. Ja, hij wil gewoon de meest vreselijke dingen. Daar wil hij over dromen, daar wil hij in wegvliegen. Daarin wil hij de kind met het badwater wegsmijten. En dan vervolgens wil hij er een soort hele mooie strik omheen doen, met een mooie lijst, een mooi formaat, een mooie monumentaliteit en het perfect presenteren. Ja, het is echt een fetish. En waar Rothko enigmatisch en spannend doet met zijn indeling van het vlak
zegt Bacon eigenlijk, in een bepaalde toestand kunnen die vlakken deze uitwerking hebben op de mensen die erin zitten. Ja. Dus het neemt veel meer een beschouwende positie aan ten aanzien van overgave. Bacon tells a story about the desire to submit yourself. Rothko and the abstract expressionists assume that you will submit to the sublime abstraction that they are causing. Hij wil laten zien dat hij de baas is. En dat vind ik ook prettig, want ik wil me wel laten overweldigen. Hij verleidt me niet, hij geeft me gewoon een beuk. En in die zin vind ik dit hoekje ook heel leuk, want dan denk ik, oh, maar die Rothko. Dan maak ik één klein knikje en dan ga ik daar kijken. Ik vind Rothko beter. Het zuigt me op en het spuugt me uit. En ineens kan ik heel diep kijken, heel diep. En dat vind ik heel geweldig. Alsof ik in Star Wars zit. Ik zie een klein boompje daar en struikjes, waardoor het ineens veel groter wordt. Die nacht droomde ik dat ik Joyce Roodnat de vreselijkste dingen zei. Kate. Ik vind het zo erg als ik Joyce Roodnat heb aangedaan. Zo lief vrouwtje. Ik schrik terug, wat denk je? Het is heel erg wat ik heb gedaan. Ja, erg. Vind je Joyce Roodnat ook zo'n lief vrouwtje? Ze lieve schat. Ja, zo'n lief poepie. En ze wist die schilderij zo leuk. Ze vindt die schilderij zo leuk. Oh, lieve Joyce Roodnat. Het einde is echt heel vreemd. Ik had net ook de gedachte toen ik haar zag. Ze draagt die Desigual kleren. Dat merk, ken je dat niet? Weet je niet wat... Oké, het is echt een verschrikkelijk merk. Maar ik dacht, wat draagt ze dat eigenlijk leuk? Wat is het een leuk vrouwtje eigenlijk? En ook dat ze dat zegt over dat boompje. Dat is echt heel... Dat charmeert me heel erg. En dan komt dit. Het bewustzijn van Joyce Roodnat, dat... Ik kan het hier niet uit afleiden. Ik heb wel vaak haar... In het NRC had ze ook een rubriek over wandelroutes en zo. Die ze dan aan ging doen en zo. En dan ging ze dan ook van die appelwijn en zo drinken, denk ik. Dat, in de Betuwe of zo. Dus het is... Libellen en NRC gaan naadloos in elkaar over, als het ware. Dat, ja. Ze speelt geen rol. Dat is het probleem toch ook, denk ik. Zij is dus de NRC-journaliste. Is zij kunst... Wat is zij? Kunst? Ja. Ze gaat naar kunstwerken kijken. Dat is toch bizar? Zou jij een avond uithouden met Joyce Roodnat als gezelschap? Zou ik dat uithouden? Ja, ongetwijfeld. Maar ik heb wel vrij veel geduld voor, denk ik, in het algemeen. Voor mensen die ik... niet per se heel interessant vindt. Je moet aanpassen aan je milieu. Dus je moet proberen er altijd nog iets uit te halen. Hey, wat is dat nou? Deze aflevering zou in het Stedelijk Museum vertoond worden. Dat had ik afgesproken met Margriet Schavenmaker. Maar aan de telefoon zegt ze dat ze er anders over is gaan denken. Ze is bewuster geworden van haar white privileged position. En daar binnen past niet... Het Kirak-platform. Ik lig in bed naar haar te luisteren. Ik ben steeds meer gaan inzien dat ik me bewust moet zijn van mijn eigen white privilege position. En dat is echt iets van de afgelopen half jaar. Wauw, dus ja. Dat is echt een andere. Want dus toen ik jou sprak een jaar geleden, toen je zei van ja, ik word eigenlijk een beetje moe van dat diversiteitsgelul. Dat is nu veranderd. Daar ben je nu anders over gaan denken. Ja. Het gaat omdat de mensen met een... die zich weggeduwd voelen een tijd, dat die dan zoiets hebben, waarom zou je met mensen die dat wegduwen belachelijk maken, maar vooral ook zeg maar scherp populistisch en met uitsluiting
eigenlijk een discours vormen, willen die een podium bieden. Maar volgens Margriet is dit niet eens de belangrijkste reden om het niet met ons te doen. Ze vond vooral deze aflevering teleurstellend van kwaliteit. Nou, dat is één ding, maar bij deze specifieke aflevering was ook het wel gewoon echt naar de kwaliteit gekeken en hoe interessant we het vonden. Dus dat is zeg maar dat. Ja, maar Margriet, weet je, ik bedoel, er komt. Oké, laat ik ervan uitgaan dat dit niet onze sterkste aflevering is. Laat ik daarin meegaan. Ja. Weet je, er wordt zo ongelooflijk veel poep bij jullie getoond. Ik bedoel, al dat gelul over neomarxisme en Karen Archie en echt waar. Het niveau is zo ongelooflijk belabberd laag. Dat je mij gewoon niet gaat vertellen dat deze aflevering niet aan jullie kwaliteitsstandaarden voldoet. Ja, nee, dat wil ik je toch wel vertellen. En daar ben ik helemaal mee eens dat in het public program soms het niveau beter kan. Maar ik heb bij jullie gewoon soms gewoon een heel onveilig gevoel. Ja, weet je, een soort agressie erin en een soort verwijt en een soort, nou ja, vind ik, totaal gechargeerd beeld van ons programma. Weet je wel, want ik ben het heel met je eens hoor, dat het, ik erger me ook altijd aan de totale zeg maar gemak waarmee neo-marxistische cultuurkritiek wordt bedreven. Maar ik vind niet dat je ons hele programma op die manier kan wegzetten. Ik vond mezelf al heel erg wit. Ik vond het al tricky om met die witheid witte mensen uit te nodigen om iets wits bij ons te doen. Vond ik al lijp. En toen dacht ik, toen had ik nog iets van, nou als het goed is, doe ik het wel. Maar toen zag ik het. En toen dacht ik van, dit is ook gewoon niet goed. We moeten het niet doen. Zij stelt er denk ik een aflevering voor die haar overtuigd had om toch ons daar te showen in Stedelijk. Die zo mislepend was geweest, die haar als het ware uit die white privilege had getrokken eventjes. Die last die ervoor had gezorgd dat ze even was vergeten dat ze white privilege had en dat ze dus toch wel dat kunstwerk mocht doen, zoiets. Of die aflevering. Die avond fietste ik lekker naar huis door een van de laatste zomeravonden. Een beetje nadenken over het white privilege van Margriet. En binnen hing er een zure lucht. Waar kwam dit in godsnaam vandaan? Ik voel gewoon de stront gewoon uit het fucking grootste en omhoog, man. Oh, gadver. Ik bel mijn vriend Tarik Sadouma in Cairo op om een beetje troost te krijgen. Ja, vet kut, man. Oh, mijn god, hè. Dus... Maar het is alleen de badkamer. Ja, het valt wel mee. Ja, als je binnenkomt, denk je gewoon dat er een soort monster of zo ergens ligt. Dan denk je, schrik je helemaal kapot. Het is veel groter dan je denkt, zeg maar, als je binnenkomt. Qua geur bedoel je. Maar als je de deur dicht doet, dan ruik je het ook? Ja. Oh, wat erg het geluid. Erg, hè? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat soort dingen dat zijn heel erg, hè. Toen ik 6 was, ik een enorme lekkage gehad lopen. Dat is ook heel erg. Er stond de buurman stond vrolijk met van die regelaars in ons huis te juichen dat al spullen stuk waren. Je gaat het schoonmaken. Je moet gewoon die vijf van het Stedelijk het schoon laten maken, man. Voor de white privilege. Ga regel even een van de idiote curator die dat gaat doen. Het is een hele grote beer, is het. Ja, het is een hele aardige grote beer. Hier is eigenlijk, hier bubbelt het alleen maar een beetje meer. Ja, hij komt ook omhoog. Komt omhoog, hè? En hier was het altijd heel lang helemaal onder de kak. Ik kan er wel foto's van laten zien. Nee, hoeft niet. Je gelooft het wel. Ja, ik ga naar buiten. Riool doorspuiten. Mag ik nu vragen om Margriet Schavenmaker, u zag haar al uitgebreid naar voren te komen, en hoorde haar ook, manager educatie, interpretatie en publicaties van het Stedelijk Museum. En we zeggen ook wel gewoon curator van het Stedelijk Museum.
opdrachtgever van Kirak 15. We geven jou het woord. Ja, opdrachtgever, daar kunnen we het nog later over hebben in de discussie. We hebben een gesprek gehad, maar ik begin mijn column even. Hoewel ik de laatste jaren met veel plezier grote tentoonstellingen van Old Man heb gemaakt, zowel de Zwitserse machine-macho Jean Tinguely en de in strakke zwarte pakken gehulde boys van het Zero-netwerk, krijg ik een steeds grotere moeite met de scheve verhouding in de kunstwereld. U hoorde het net al. Zo bezit het Stedelijk Museum 90.000 objecten, verzameld in bijna 125 jaar. Daarvan is 4% geproduceerd door vrouwen en minder dan 1% door kunstenaars met een niet-westerse achtergrond. Directeuren Wim Beeren en Rudy Fuchs, maar ook Anne Goldstein en Beatrix Roef stelden dat de collectie de kurk is waarop het museum drijft. Kan dat nog wel met die scheve verhoudingen? Is die kurk dan niet eerder een soort lode last? Toen ik dus de opdracht kreeg om samen met Beatrix Roef de nieuwe collectiepresentatie van het Stedelijk te maken, vooral gericht op het tonen van de hoogtepunten en iconen van het museum, stond ik dus niet meteen te springen. Het doel van de presentatie was om een kunsthistorische basis voor met name toeristen en scholieren voor de komende 5 jaar in de nieuwbouw van het museum aan te bieden. Hoe dat te doen? Op een manier die niet alleen bevestigt, maar ook bevraagt. Andere geluiden brengt, nieuwe perspectieven, toegankelijk is. Of om het modejargon te gebruiken uit de cultuurmolen van de laatste jaren, u hoorde hem net ook al, hoe inclusief te zijn. In de eerste plaats werd besloten de hiërarchie tussen vormgeving en autonome kunst op te heffen. Maar ook in de vormgeving van de tentoonstelling moest iets gebeuren. De samenwerking met Rem Koolhaas en Federico Martelli van AMO was erop gebaseerd om een ruimte te creëren die bewegelijk is en dus geen lineair parcours van de ene witte ruimte naar de volgende, waar enkele door de curator geselecteerde werken in vrome eenzaamheid en stilte tot de bezoekers zouden fluisteren. In plaats daarvan een labyrint waarin bezoekers via allerhande dwarsdoorkijkjes en hoogteverschillen eigen perspectieven en combinaties kunnen maken, terwijl ze ook op historische verhalen en clusters kunnen inzoomen per wand. Een beetje historisch en een beetje transhistorisch dus. Een soort rijkelijk gevuld labyrinthische polder en dat 8 meter onder de zeespiegel. Na de lancering van deze nieuwe collectiepresentatie, Stedelijk Beest, waren de reacties zeker niet eenduidig. Waar de ene blij was met weerzien van iconen op een manier die ook de nieuwe generatie van Instagram en de millennials aanspreken, namen anderen aanstoot aan de veelheid, het gebrek aan ruimte en de onconventionele combinaties. Doorn in het oog waren voor de laatste categorie met name de 3 stoelen van het echtpaar Eames direct naast de cathedra van Barnett Newman. Dat grote, hele grote blauwe doek. Kan het nou wel of niet? Mag je een schilderij van dat kaliber überhaupt wel combineren met iets, laat staan met stoeltjes? Kirak kijkt in deze aflevering de andere kant op, naar de werken tegenover de Newman. Waar Koolhaas stelt dat de architectuur de abstract expressionistische werken van Amerikaanse grootmeesters als de Kooning, Jackson Pollock en Mark Rothko van hun voetstuk haalt en George Roodnat daar blij mee is, om later te zeggen dat ze het eigenlijk niet begrijpt, zien Stefan Ruitenbeek en Kate Sina daarin een aanleiding om, ja, om wat eigenlijk? Er wordt gefilosofeerd over waarom macho kunst niet gewoon macho mag zijn. En er wordt ook gezegd dat het eigenlijk misschien geen machismo is. En dan is er de Niki de Sanval. Kate vindt het typisch werk van een ongestelde vrouw en gebruikt een aantal keer de wat archaïsche term hysterisch. En dan wordt Stefan doodsbang wakker na een nachtmerrie over Joyce Roodnat, die gevolgd wordt door een zogenaamde liefdevolle, maar daardoor dodelijke analyse van haar kleding. En dan de hamvraag: waarom zitten we nu niet in het Stedelijk? Zoals de online intro op deze avond en deze versie van het filmpje wat ik nog niet had gezien duidelijk maakte, ben ik langer met Kirak in gesprek. Zo rond 1 jaar geleden vond de eerste ontmoeting plaats. Als hoofd van het public program van het Stedelijk wilde ik meer weten, want ik had een paar afleveringen gezien die ik echt spannend vond. Institutionele kritiek, maar dan op een andere manier. Nu eens niet vanuit de overheersende neomarxistische school, waar ik zelf ook door gebrainwashed was tijdens mijn studie kunstgeschiedenis en filosofie. Ik werd gegrepen door de wijze waarop Kirak de door de serieuze kunstwereld veelal verguisde kunsthandel portretteert. Zoals de tenenkrommende aflevering van huilende en boze galeriehouders bij Freeze.
En de zeer pijnlijke confrontatie in het gemeentemuseum Den Haag, waarin mijn gewaardeerde collega-curator getergd wordt door Kate. Hoezo is dit rechtlijnig? Het kunstveld is echt veel te vaak eendimensionaal, weinig divers, en daar moet vanuit alle mogelijke richtingen tegenaan geschopt worden. Ik had en heb vanuit dit perspectief hoge verwachtingen van Kirak. Ik vond deze aflevering echter tegenvallen. Waar is de urgentie? Waar zit de pijn? Ik voel hem niet. En als ik al wat voel, is het een milde irritatie over een niet al te sterk uitgewerkte provocatie van het kunstestablishment middels het opkomen voor witte mannen en een ouderwets seksistisch wegzetten van vrouwen. Maar wie ben ik? Ik ben 47, opgegroeid in het saaie Zoetermeer, sinds mijn 18e cultureel immigrant hier in Amsterdam. On a mission om kunst en het discours daaromheen voor een breed publiek toegankelijk te maken en kritisch op de manieren waarop we daar maar altijd niet in slagen. Ik werk vanuit de geëngageerde ideologie waarin gelijkheid centraal staat. En ik begin langzaamaan, of eigenlijk steeds radicaler te worden, aangezien het inclusiever worden maar allemaal echt veel te langzaam gaat. Ik vind het niet acceptabel als Kate de Zuid-Afrikaanse Sanelly Moholi, die in het stedelijk exposeerde, wegzet als zwarte lesbische luissnoel. En ik vind het tegelijkertijd, net als kunstenaar Jan Hoek en schrijver Arno Grunberg, dat inclusiviteit ook betekent dat er moeite gedaan moet worden om de boze witte mannen bij te betrekken. Ik moet zelf dan ook altijd een beetje met schaamrood op mijn kaken lachen om het feit dat in mijn buurt, Tuin der Poussaan in de Molenwijk, het stedelijk de meeste affiches van de hele stad laat plakken. Laatst van maar liefst 3 verschillende tentoonstellingen. Het is vast de goedkoopste plek in heel Amsterdam, maar ik kan me dus natuurlijk niet voorstellen dat dat enige impact heeft. Maar oké. Die ik besloot, samen met de redactieraad die onze vrijdagavonden en zondagmiddagprogramma's samenstelt, dat deze aflevering van Kirak niet voldoende was voor een programma in het stedelijk. We kiezen vaak voor stemmen die niet zoveel gehoord zijn, geven de sleutel aan critici, wetenschappers en kunstenaars om programma's zelf samen te stellen. En daarbij mag het wringen. Is kritiek op het museum of de kunst die er getoond wordt absoluut geen taboe? Maar het moet wel een zekere kwaliteit hebben en urgentie. En die zagen we niet. Natuurlijk gaan we hier vanavond met z'n allen waarschijnlijk heel erg bewijzen dat wij van het stedelijk het bij het verkeerde einde hadden. Dat komt de laatste tijd wel vaker voor. Vanavond wordt dus vast slim, grappig, urgent en pijnlijk. En misschien ook wat onveilig. Dank dat ik hier aan deze bijdrage mag leveren. Zoals gezegd, voor mij dus even geen old man meer. Time's up. Maar ik hoop dat Stefan en Kira... In de toekomst nog vaak zullen langskomen om daar het hunne van te vinden. En mogelijk komt het dan toch nog eens tot die samenwerking. Dank je wel. Er is straks aan het einde van de columns en de gesprekken hier op het podium is er een ruim gelegenheid tot vragen stellen. Margriet blijft hier ook, dus denk niet dat ze daarvoor voor die tijd verdwenen is. Ik wil nu graag Rutger Ponsen en Kate Sina vragen om hier plaats te nemen om de discussie te openen. De twee gele stoeltjes. Ja, hoe zou je het interpreteren? Nou, daar kom je vast wel uit. Kate, Sina, één van de twee Kiraks. Je bent eigenlijk archeoloog, dus kunsthistoricus. Met specialisme. Ja, ik ben echt geen kunsthistoricus, maar wel archeoloog, ja. Oké. Ja, het ligt naast elkaar, maar het is toch anders. Goed, archeologie is je achtergrond. Ja. En Rutger Ponsen, kunsthistoricus en criticus van de Volkskrant. Ja. Kunstredacteur. Mag ik eerst, Rutger, want voor jou is de aflevering niet helemaal nieuw. Je hebt een versie gezien deze week. Een andere. Wat vind je hiervan? Nou ja, dat is eigenlijk een deel van het probleem waarschijnlijk. Waarom we hier zitten is niet alleen dat Margriet... Kan je de microfoon goed naar je toe schuiven? Ik kan beter naar de microfoon gaan. Ik moet even goed nadenken, want het is heel verwarrend deze aflevering. En meer omdat wij dus een andere versie in de voorbereiding hebben gezien dan deze. Wat ik zei, dat is een deel van het probleem. Margriet heeft blijkbaar opdracht gegeven en hen gevraagd om. Of in ieder geval een samenwerking. Er is in ieder geval een film gemaakt. En dan krijg je dus iets anders dan je zou willen hebben. Misschien.
Zoals wij dus nu eigenlijk ook weer voor de verrassing staan van, oh, we moeten over iets discussiëren waarvan we nog niet alles hebben gezien. Maakt niet uit. Dat is eigenlijk onderdeel van Kierak. Wat vond je van deze versie? Nou, dat vind ik dus van Kierak. Als je ze dus vraagt, of is je ze met, moet je... Ja, er zijn natuurlijk mensen die je gewoon uitnodigen waarvan je denkt van, ik weet niet precies hoe dat in een museum gaat. Je kan iemand zeggen van, maak een muurschildering. En dan zeg je, ja, valt me toch tegen. Doe me toch maar weer wit over. Ja, ik weet niet of dat normaal is. Maar je kan bij Kierak, moet je sowieso eruit gaan, van uitgaan dat je niet krijgt wat je wil. Want dat is namelijk de lol, neem ik aan. Want maar ik ga een beetje af. Vind nee, ik kom direct terug. Dat vind ik nog een soort meta. Eerst wil ik graag weten wat je hiervan vond. Maar dat is natuurlijk wel onderdeel van het geheel. En dat is ook verwarrend voor mij. Ik merk gewoon ook aan het publiek, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind, dat die lachen om dingen waarvan ik denk, oh, wat gênant. Je nodigt Joyce Roodnat uit en daarna ga je ze gewoon helemaal afbranden. Ik denk van, dat, ik bedoel, in mijn optiek, ineens voel ik me heel ethisch en heel ouderwets. Van, dat kan je gewoon niet maken. Ik hoor heel veel mensen lachen. Ik denk, blijkbaar is hier een, ik ben 61, blijkbaar is hier echt een andere generatie bezig. Maar is, die dat gewoon... is dit niet gewoon het lachen om, nee, ik kan zoals niet... slapstick werkt? Nee, zo, nee, ik vind het echt heel gênant. Nee, maar ik vind het echt gênant. Ik vind dat je namelijk, dit is niet omdat ik zelf ook kunstcriticus ben en misschien onderdeel van een Kierak-project zou kunnen zijn, ook zo. Maar ik vind het gewoon niet kunnen. Je kan niet iemand uitnodigen en dan uiteindelijk, want dat is waar, en dat is wel echt de inhoudelijke kritiek die ik op kijk, ik vind het leuk dat het verontrustend en anders is. Daar kunnen we het nog over hebben. Maar dat vind ik een mooi uitgangspunt. Ik ken het werk van jullie vrij goed. We hebben erover gepubliceerd in het begin van het jaar. Ik heb me daar toen ook als begeleidend redacteur in ingelezen en ingekeken. Ik vind dat echt heel erg leuk. Maar bij deze aflevering zit ik wel eigenlijk... Ik heb hem nu 3 keer gezien. Ik heb echt in het begin mee zitten schrijven wat gebeurt hier. Het uitgangspunt is natuurlijk eigenlijk heel interessant. En dat komt ook gewoon omdat ik hardcore kunstcriticus en historicus ben. Er is namelijk een ster architect die heeft iets ingericht en die heeft iets opgehangen. En daar gebeurt wat mee. En hij zegt er iets over. Dat vind ik een interessant. Dat is een combinatie van de hangtjes aan de muur en daar wordt iets over gezegd. Wat Kierak daarna gaat doen is dat ze dat woord macho loskoppelen van het werk. En daar voor de rest over gaan filosoferen. Je ziet haar ook heel erg veel met de rug naar het werk staan. Dat kan misschien opname technisch ook niet veel anders, maar ik vind het wel symptomatisch daarvoor. Daar wordt een soort redenatie die steeds retorisch begint te worden, waarvan ook macho mensen ineens weer feminien kunnen zijn en feminine vrouwelijke kunstenares kan weer macho zijn. Ik vind dat allemaal heel interessant. Maar ik raak steeds verder van het werk af. Ik weet ook helemaal niet meer waarom ik in dat stedelijk zit. Er wordt een soort gedachte ontwikkeld en uiteindelijk beland ik in bed en et cetera. Ik weet ook helemaal niet meer waarom ik hier eigenlijk zit te kijken. Ik ga het even samenvatten, anders duurt het al bijna zo lang als de hele aflevering. Je raakt steeds meer de draad kwijt. Ja. En je vindt bepaalde aspecten onethisch. Om niet te zeggen, ja, te bot. Ja. Ik wil even naar Kate gaan. Want Kate, hoe maken jullie zo'n aflevering? Er is een vraag, kom naar het Stedelijk Museum. Zeg iets over onze nieuwe collectieopstelling. Gaan jullie dan met een plan op pad? Of zeggen jullie, kom, we gaan naar de zaal en we zien wel wat daar uitkomt? Ja, eigenlijk dat laatste. Dus we gaan daarheen. We lopen daar rond eigenlijk. Je krijgt natuurlijk een indruk. Je hebt natuurlijk een indruk. Je hebt een indruk doordat je eerst naar een filmpje kijkt over wat de bedoeling was in Stedelijk Base. En met Stedelijk Base. En ja, we zijn denk ik bijna een jaar bezig geweest met deze aflevering. Natuurlijk niet fulltime, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je hebt een kern. Je hebt inderdaad, en dat is geworden in dit geval eigenlijk, het moment dat Stefan aan mij doorgeeft wat Rem Koolhaas heeft gezien. En volgens mij is het interessant dat je al meteen te maken hebt met de overdrachtelijkheid van Stefan, die dat aan mij vertelt, die dat weer heeft opgepikt van Rem Koolhaas, die dat tegen Joyce Roodnat aan het zeggen is. Dus je hebt eigenlijk dat woordje macho dat als het ware rondzwerft en waar iedereen iets van vindt en iets over vindt en waardoor iedereen ook wel op de een of andere manier getriggerd raakt. Mag ik dan vragen, want dat is een aspect van die hele presentatie. Ja. En ergens besluiten jullie dan
ja, dit wordt in ieder geval voor het eerste gedeelte na het Joyce Roodnat besje en de poep aan het einde. Maar het begin gaat heel erg daarover en dat vat dan samen waar je het over wil hebben. Nou, je hebt natuurlijk eigenlijk zo'n aflevering is nooit compleet. Want je wilt natuurlijk op een bepaalde manier wil je het ook hebben over die inrichting. Je wilt het hebben over Rem Koolhaas. Zit nu niet helemaal niet in de aflevering, maar die zegt, die heeft die wandjes. Dat is eigenlijk het ding waar het om ging. Die wandjes zijn van staal en die zijn heel zwaar en die hebben een bepaalde textuur. Die voelen zacht. Zijn ook, de textuur is ook mooi om naar te kijken. En hij zegt ook tegen het publiek, ik nodig jullie allemaal uit om het staal aan te raken. Eigenlijk wat er dan vervolgens gebeurt is dat al die journalisten eigenlijk meegaan in die aanduiding van de architect van kijken jullie allemaal hiernaar. Waarom verdwijnt zoiets dan eigenlijk? Nou, dat verdwijnt omdat je uiteindelijk die sfeer zich vertaalt naar dat moment waarop Rem Koolhaas over die andere modernisten, terwijl hij eigenlijk om allerlei redenen nog zich als het ware een beetje bijna moedeloos vastklampt aan dat modernisme door die handeling met dat staal. Dat vertaalt zich op naar dat moment dat hij tegenover die andere modernisten staat en hun eigenlijk in de hoek zet. En dat ook weer met Joyce Roodnat deelt, omdat hij haar daarmee een bepaald soort sociaal plezier kan doen. Ik probeer even in dit gedeelte erachter te komen wat je opvatting, voordat we het over het stedelijk gaan hebben, straks nog meer over de wat er nou eigenlijk mis is of goed is. Ja. Wat je houding als kunstcriticus is. Want jullie zijn kunstcritici geworden. Keeping it real art critics. Het zit toch, daar houden jullie ook aan vast. En zo ga je ook ergens op af. Je probeert niet iets algemeens te zeggen over de hele stedelijk beest. Lijkt me ook verstandig. Het is nogal groot, maar dit is dan de essentie waar aan zo'n aflevering opgehangen wordt. Ja, het is een onvolledig gedeelte. Het is een pars pro toto. Het is een. Het is natuurlijk ook het moment waarop ik dus eigenlijk geïnspireerd raak. Want dat is waarom. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Stefan die zegt dat tegen mij. Ik begin eigenlijk. En vervolgens, omdat ik dat heb gehoord, zie ik die hele tentoonstelling alleen nog maar door die ogen. En dat is natuurlijk ook een soort van uitbeelding van wat er gebeurt als iemand eigenlijk je ideologisch stuurt om naar een bepaalde naar het werk te kijken. Dus op het moment dat ik alleen nog maar naar die modernisten, abstract expressionist kan kijken als zijnde macho's die in de hoek zijn gezet, dan is dat een soort bril die ik meekrijg en de rest van de tentoonstelling eigenlijk niet meer afzet totdat ik die beken zie. Want dan ineens zie je een werk dat op een bepaalde manier toch ontglipt aan een bepaalde categorisering die ideologie eigenlijk wil aanbrengen. Dus eigenlijk het moment dat die beken waar je echt over een werk gaat hebben, niet meer over de manier waarop het opgehangen is. Ja. Want die hangt daar eerlijk gezegd in een soort verdomhoekje. Ja. Maakt niet meer uit. Je kijkt naar die beken. Ja, en die grap, dus zeg maar, op het moment dat ik die Nikki de Saint Phalle hysterisch noem, dat is natuurlijk een obstinate grap over het feit dat ik de hele tijd, dat ik me heel erg bezwaard voel door die ideologie die mij de hele tijd op een bepaalde manier laat kijken. Maar verwacht je dan niet een heel veel voorkennis? We moeten wel weten dat je met de juiste ironie. Het hoeft niet. Je mag mij ook gewoon obstinaat en vervelend vinden. Als dat het enige is wat je eruit haalt. Maar ik denk dat als je al die dingen, als je toch de rust neemt om er wel over na te denken wat er allemaal gebeurt. En ik weet dat het veel is. Dan ga je wel een verband zien tussen die verschillende momenten. Want zoals bijvoorbeeld Stefan, die eigenlijk naast Joyce Roodnat zit, terwijl zij het heeft over die macho's, eigenlijk blaast zij hem daar weg. Zij is veel sprankelender en dominanter en aanweziger daar. En ze is over die kunst aan het vertellen. En Stefan is helemaal, die weet helemaal niet meer wat hij moet zeggen. En dus komt daar een soort theatraal element in, waarbij Stefan dat dan in zijn droom moet uiten. En dat is ook een soort Freudiaanse grap. Dus eigenlijk. Die moet dat afstraffen, eigenlijk? Nee, want het wordt niet afgestraft. Want hij stelt zichzelf daarmee natuurlijk ontzettend kwetsbaar op. Hij maakt zichzelf daarmee onmiddellijk het onderwerp van spotternij. Dat hij zo iemand als Joyce Roodnat niet gewoon kan respecteren. Dus het is, goed, het is niet. Als je het goed vindt, ga ik even op dit punt. Want dit is het punt waar jij je zo ontzettend aan ergert.
Laat ik even teruggaan naar dat gedeelte wat kritiek is. Hoe kijk je daar als... Kan je daar als collega naar kijken? Het is een heel ander soort zeker. Kunstkritiek dan jij bedrijft. Nee, maar ik vind het een hele leuk. Ik bedoel, nee, tuurlijk. Ik kijk er zeker met verwondering naar. Ik ben wel kritisch over, maar ik kijk er wel met verwondering naar... omdat ik wel denk, wat kan ik hier zelf van opsteken... Want wat zij dus doen is een woordje pakken en dan daarover... In mijn optiek... Niet zomaar een woordje, zeg. Nee, tuurlijk. Maar het gaat mij even over dat je iets loskoppelt. Je wordt getriggerd door een bepaalde kwalificatie van een woord. En met die kwalificatie die je dus van je collega hebt gehoord, ga je aan de haal. En dat is op zich heel... Want kijken is ook denken. Dus dat snap ik heel goed. Dat je al denkend weer op terug zou kijken. En dat mis ik. Dus ik, voor mij zijn woorden alleen maar mis weer... Mis jij in de praktijk? Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe je nou kijkt en hoe je denkt. Maar kijken en denken hoort natuurlijk bij elkaar. En je begint door het woord wat je bij je opkomt als je een schilderij ziet, in dit geval, ga je weer denken van ja, maar nou denk ik dit wel, maar zie ik dit ook weer? En dat terugkoppelen, dat mis ik, want je kan ook zeggen van, oh, maar dit zijn macho's. Wacht even, zie ik macho's of heb ik gehoord dat het macho's zijn? Of heb ik gehoord van Rem Koolhaas dat het macho is, die zelf ook macho is? Hoe gaat dat? Want die schilderij zelf, ik vind vooral dat ochtendschilderij van Willem de Koning, ik weet ongeveer hoe dat geschilderd is. Die man zit op zijn pantoffels gewoon zo te schilderen. Dat is helemaal niet macho. En dat is ook een prachtig, luchtig vergezicht. Dat schilderij van Pollock is eigenlijk een uitzondering op zijn hele oeuvre. Dat is namelijk een heel klein ding. Hij wist normaal zo. Maar dit heeft heel klein. Dus het machismo zit hem helemaal niet. Ja, maar dus nu zo gauw als ik dus Rem Koolhaas zou horen zeggen, ik ben het aan het ontmachoben wat macho is, zou ik zeggen, man, waar heb je het over? Jij ziet dat daar niet terug. Nee, en ik vind wel, en die, dus ik hoor het wel en ik denk wel, ik probeer het wel te begrijpen, maar ik denk wel van, ja, maar gaan we nu niet, wat is die kunstkritiek dan? Gaan we criticeren wat ik heb gezien? Wat je hebt gehoord en gezien. Kan ik mezelf bekritiseren door wat ik denk van, misschien heb ik het helemaal verkeerd gehoord. En misschien moet ik het weer opnieuw zien. Maar zij nemen afstand van het werk en gaan daar een hele filosofie op inbouwen. Kate, kan je daar even op reageren? Werkt dat zo? Nou ja, het gaat er natuurlijk om dat de macho zelf eigenlijk een heel interessante figuur is. En je zou er een soort taxonomie van kunnen schrijven, denk ik. En dan kom je tot hele interessante inzichten. Want bijvoorbeeld het hele idee dat iets delicaats of subtiels, dat niet onderdeel zou kunnen zijn van het arsenaal van de macho, is natuurlijk al een aanname. En het probleem, ik denk dat waar deze aflevering eigenlijk op reflecteert, is wat er gebeurt op het moment dat je aanname op aanname stapelt. En hoeveel vrijheid je daarin kan creëren wanneer je eigenlijk weer specifiek gaat worden over die dingen. Als je eigenlijk weer gaat benoemen, oké, wat is dan de macho als je het zegt? Oké, wat wil je dan uitdrukken als je een kunstwerk maakt? En wat betekent dat dan? En als ik daar iets bij voel, wat is dat dan? En waarom? En ik denk dat deze aflevering dus een kritiek is eigenlijk... Op het gebrek aan specificiteit en het gebrek aan integriteit wat daaruit voortkomt. Maar ik hoor... Sorry. Je mag straks weer verder. Okay. We hebben nog twee columns te gaan en we moeten voor 9:30 klaar zijn. Ja. Dit gesprek gaat gewoon weer verder naar de volgende column. Was wellicht gestuurd door... Wij blijven even zitten, als je het goed vindt. Door de gesproken column van Thomas van Huut. Welkom. Criticus voor onder andere voor NRC... En voor Brainwash en nog een aantal podia. En fervent fan van deze opstelling in Stedelijk Bees. Ja. Zoals we zullen horen. Ga je gang. Een belediging voor bezoekers. Pure chaos. Het is er onmogelijk gemaakt om van kunst te genieten. Dat schreef architect Aaron Betke in een opiniestuk in NRC over Stedelijk Bees. Je kunt er niet naar de kunst kijken zonder zijspiegels, schreef criticus Roos van der Lint in de Groene Amsterdammer. De veelheid aan indrukken noemt ze soms ronduit vervelend.
Het is allemaal waar wat critici schrijven. Maar juist om wat ze zeggen is Delik Bees een grandioze tentoonstelling. Ze vergeten namelijk dat zonder zijspiegels kijken überhaupt een illusie is. De omgeving is altijd ongesorteerd. In de drukke stad schreeuwt alles in de omgeving om aandacht. En dankzij een grillig algoritme is mijn Instagram en Facebook tijdlijn een overdadige ratje toe. Ik ben liefhebber van Bees. In het jaar dat de opstelling nu open is, ben ik er, denk ik, zo'n 12 keer geweest. En de kans bestaat dat ik niet één keer dezelfde route heb gelopen. Het schots en scheve stratenpatroon vol kaleidoscopische doorkijkjes nodigt uit om te verdwalen. Je kunt er bijvoorbeeld op zijn minst op 13 compleet verschillende routes kiezen naar de abstract expressionisme. Ik heb het proberen uit te tekenen. Daar is een tekening van in de PowerPoint. Ja, deze. 13 routes. 13 routes, 13 verhalen. Die krappe hoek met de abstract expressionisme, waar het monumentale Cathedra van Barnett Newman dicht tegen de werken van Mark Rothko en Willem de Kooning hangt, komt in iedere kritische bespreking voor. Ja, de kunstenaars zouden inderdaad gewild hebben dat deze schilderijen meer ruimte zouden hebben. Meer bewegingsvrijheid om uit te halen, een stomp uit te delen, je te kunnen overweldigen. Die ruimte krijgen ze niet in Bees. Het is alsof Koolhaas, tegen de wil van de kunstenaars in, deze macho schilderijen heeft willen temmen door ze op te hangen als in een theekransje of een kringgesprek. Koen Klein schreef in de Groene Amsterdammer over Cathedra van Barnett Newman. Het raakte me, vroeger, omdat het blauw in de volle fysieke aanwezigheid voor me hing. Het leefde, het is nu een balling, krachteloos als een leeuw in de dierentuin. In aflevering 15 van Keeping It Real Art Critics verwoordt Kate Sinja vergelijkbare kritiek. Als het dan een macho werk is, dan wil je de macho zien, denk ik. Deze werken bestaan uit dat frontale en meer is het niet. Maar zonder zijspiegels kijken is een illusie. Voortdurend sluipen indrukken via de hoeken van ons gezichtsveld de waarneming binnen. Ellebogend om aandacht. Kate Sinja zegt dat ook in de video. Het is een misverstand om te denken dat machismo niet ook een relatief fenomeen is. En het mooie van Stedelijk Bees is dat die vergelijkende manier van kijken expliciet wordt. Het ontleedt en bevestigt hoe we beeld tot ons nemen. Het is alsof je wandelt door het neuronennetwerk van een brein dat net bezig was de kunst van de 20e eeuw te verwerken. Instagram stories, YouTube suggesties, automatische Spotify playlists. Voor de generatie die opgroeide met het internet is het volledig natuurlijk dat niet iemand anders de hiërarchie bepaalt, maar dat je zelf kunt selecteren uit een overdaad van materiaal. Wandelen door Bees is als eindeloos scrollen door je tijdlijn. Het is alsof je nooit raakt uitgekeken, vatte een student het verslavende gevoel samen toen ik in het openingsweekend van Bees voor NRC de eerste reacties peilde. De vraag die eigenlijk achter veel kritiek op Bees ligt is: mag je als samensteller van een tentoonstelling de wensen van de kunstenaar negeren? Mag je er dwars tegenin gaan? Rem Koolhaas vindt van wel en ik ben het met hem eens. Overal ter wereld volgen musea in grote lijnen hetzelfde kunsthistorisch verhaal. De beweging van figuratie naar abstractie en conceptuele kunst. Kunstkijken wordt dan slaapwandelen. Wanneer je weet wat je gaat zien, hoef je niet meer te kijken. Bees schudt wakker. Je mag er zelf associëren. De echte belediging voor de bezoekers is denken dat we dat niet kunnen. En dat we ons niet even kunnen afsluiten als we dat wel willen. Bees is geen mislukking. Bees is een plek waar je vertederd kunt raken door iets dat misschien niet wilde vertederen. Dankjewel, Thomas van Huut. Aardig is dat die opmerking, het is alsof je door je tijdlijn scrollt. Het is voor de Instagram-generaties, de Google Image Search, nou ja, steeds dezelfde vergelijking. Het is kortom voor de nieuwe generatie gemaakt door de oude generatie, ik kan niet anders zeggen. Het is misschien wat de oude generatie denkt, dat de nieuwe generatie hoe die kijkt, maar het slaat aan, blijkbaar. Ja, ik kom eigenlijk uit deze aflevering. Ik weet dat jij er positief over geschreven hebt. Wat Kirak hiervan vindt, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Na het zien van deze aflevering. Kan je daar zonder even, laat het machismo even zitten. Hoe vind je die presentatie? Om te beginnen stoor ik me daar eigenlijk niet zo aan. Omdat ik uiteindelijk toch op zoek ga naar de werken die ik interessant vind. Dus ja, wat dat betreft vind ik het een soort secundair iets, wat pas later tot me doordringt. Maar het idee dat het... even kijken hoor. Het idee dat het naturel is om alles naturel neer te zetten is natuurlijk
tegenstrijdig. Want er is natuurlijk wel iemand die heeft bedacht, wat is naturel? En hoe komt het naturel over? En daarbinnen heeft hij ook bovendien helemaal niet naturelle keuzes gemaakt. Namelijk zoals bijvoorbeeld het voorbeeld van de matjes in de hoek. Dat is wel degelijk, dat beargumenteert hij wel degelijk op een ideologische manier. Dus dat is niet naturel. En ik denk dat mensen eigenlijk juist heel geschikt zijn om door opstellingen te wandelen en daarin te herkennen wat eigenlijk de hand is van de maker. En dat te onderscheiden van hun eigen verhouding tot de werken. Dus ik denk niet dat dat een belediging is naar de kijker om te zeggen van wanneer de curator eigenlijk een opstelling maakt die wel degelijk een soort van wat wel degelijk een rechtstreeks uitkomt voor zijn eigen stelling. Ik denk niet dat dat een belediging is voor de toeschouwer. Want die maakt altijd al een onderscheid tussen de bedoeling en wat hij er zelf mee wil. Mag ik dan even... naturel begrijp ik niet helemaal, maar... Nou, ik ging in op het idee van Thomas Huth. Dus onze omgeving nu is, eigenlijk. Ja, en dat is natuurlijk, wat je heel veel ziet, dat elk... elk medium probeert eigenlijk zo accommoderend mogelijk te zijn. Van dit is hoe jullie het van nature willen. Maar daarin is het natuurlijk ongelooflijk sturend. Rutger, hoe... Jij denkt ook dat het sturend is. Wat dat betreft kunnen we misschien even... Ja, maar dat zeg je net niet. Dus je vindt dat goed. Je zei net, het is goed dat we zelf kunnen nadenken, dat we zelf kunnen vinden. En nu ik dit zeg, zeg jij... Ja, maar ik vind het goed dat het sturend is. Dat zijn twee tegenovergestelde dingen. Dus, en dat is denk ik precies die soort van obscurantisme... wat ook in die opstelling zit... en wat ook in de manier zit waarop mensen daar dan vervolgens over gaan praten... waardoor het uiteindelijk bovenal saai wordt. Dat eigenlijk. Waardoor je dus eigenlijk alleen nog maar... waardoor ik eigenlijk geneigd ben om dan gewoon meteen door te stomen naar de Picasso en de Bacon, die ik dan wel interessant vind. Ja. Rutger, los van of vind je het sturend of niet, een andere term die steeds valt is doordat alles zo gelijkgeschakeld is, hè, alles is evenveel waard, het veel aangehaalde tomatorekje als naast de koeling, in de buurt van, dat wordt ook verbonden aan... Het woord wat we ook al hoorden, het zou inclusief zijn. Doordat alles gelijk is, zou er een soort inclusiviteitsgedachte ook in die presentatie zitten. Kan je daarop reageren? Ik raak altijd heel erg in verwarring met naturel en inclusief en macho feitelijk. Laat ik zeggen, het is nu bij elkaar gehangen zoals je dat haast in kelderrekken in een opslag ziet. Het hangt gewoon bij elkaar. Natuurlijk is er aangekeken van wat het beste naast elkaar. Maar je ziet gewoon dat er... En daarom vind ik die opmerking van Colas over macho interessant. Niet omdat het over macho gaat, maar over dat het gaat... Er is iets afgebroken. Er is iets gerelativeerd van de waarde die de kunstenaar er altijd in heeft gelegd. Er is iets gerelativeerd in de kunsthistorische waarde die er altijd... Ideologische waarde die er altijd... Het zijn gewoon dingetjes geworden. Het zijn dingen geworden die naast elkaar hangen. En... Voor mij is het ook eerder een soort stadium wat toevallig, per ongeluk misschien samenvalt met waar het stedelijk nu precies in zit, namelijk een soort interregnum, het verlangt een volgende stap. Dus nu zijn al die dingen gerelativeerd, veel waardes waar heel veel musea en ook stedelijk heel veel last van hebben gehad, namelijk een soort aanzien en de autoriteit van de kunstenaar, de grote, het belangrijke ideeën van de curator en de museumdirecteur. Nou, die directeur is er even niet. En dat zie je eigenlijk gewoon in dit soort opstellingen terug. Het vraagt om, wat kunnen we nu doen? Dus het hele stedelijk vraagt erom, maar deze opstelling ook. Dus nu hebben we allerlei dingen eraf gehaald en nu gaan we het opnieuw ordenen. Nu gaan we opnieuw kijken van... was het dan wel... Kijk, ik moest altijd denken aan wat ooit heb gehoord... dat er in het Boijmansdrijden te gebeuren... namelijk dat Chris Dercon een prachtig schilderij van Rothko... ondersteboven had willen hangen. Toen dacht ik van, er zijn wel grenzen aan wat je kan doen met een schilderij. Hoewel ik het nog steeds wel interessant had gevonden om te kijken hoe het... Maar hij wilde een tentoonstelling maken waarin hij dacht... in die zaal past een ondersteboven gekeerde Rothko... beter met een schilderij aan de overkant. Er zijn toegrenzen van wat je wel of niet misschien met werk kunt doen. Maar
altijd dat omzichtige. Ik het beeld van die witte handschoentjes, terecht natuurlijk. En het moet allemaal goed geconserveerd blijven. Maar dat precieze ophangen en zoveel stukjes ertussen en dat laten ademen. Als we het museum met dat soort autoriteitsidee hadden laten voortwoekeren, dan hing dat schilderij, niet misschien dat red, yellow en blue, maar dat blauwe dan nog alleen, nog steeds op de erezaal te ademen van wij zijn dus heel belangrijk. In zekere zin vind je dat een verademing? Ik vind het een verademing. Of dingetjes zoals ja. In jouw woorden, dat het dingetjes geworden zijn waar je in kunt winkelen. Maar wel een dingetje met een vervolg. Hè. Er moet nu dus iets gebeuren, zoals met Stedelijk sowieso nu iets moet gebeuren. Nu ligt de tijd rijp om te zeggen van we zijn tot een soort minimum gekomen. Alles is nu weg, dingetjes geworden. En nu gaan we opnieuw vullen. En wat doen we ermee? Niet dat grote ontzag. Dat ben ik wel blij om. Want het groot ontzag van zo'n collectie. Die altijd, de collectie van Stedelijk is altijd zo Parijs en MoMA. Ja, dat zal best. Maar dat ademt, dat verstikt ook zo'n idee. Je moet er ook gewoon normaal om gaan. En als natuurlijk normaal is, ben ik het met je eens. Dan moet je het weer kijken zoals het is. Dat had ik ooit gehoopt. Waar jullie mee begonnen, daarom is het begin van jullie film op zich wel goed om dat ene woord aan te pakken. Ik had eigenlijk gehoopt dat jullie daarin in de film, je hebt daar toch 25 minuten voor, om daarin te gaan zeggen van oké, nu is alles open, nu gaan we alles opnieuw bekijken. Ja, maar het is niet open, daar gaat het om. Ja, ik zie mogelijkheden. Voor mij is het dus niet een... Het staat potdicht. Nee, ik vind het dus juist nu open. Ik vind, nu kan alles gebeuren. Het hangt er toevallig en schijnbaar voor 5 jaar. Dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet. Met die enorme investering. Maar nu is alles wel open. Waarom is het open dan? Omdat er nu, omdat de zwaarte van de autoriteit en van de kunstenaar en al zijn ideeën en het moet groot en de conservatoren en de directeur. Ja, maar daarmee ook volstrekt buiten schot. Pardon? Daarmee ook volstrekt buiten schot. Dus doordat het museum zelf eigenlijk met die relativering aan de gang gaat, zonder daar echt aandacht aan te besteden, is er ook helemaal geen ruimte meer voor discussie over die werken. We zitten hier en dit zijn momenten om te gaan discussiëren. Ja, maar deze situatie hebben wij wel echt zelf gecreëerd. Ja, maar niet jullie alleen. Dit komt niet in het museum bijvoorbeeld. Nee, dat gebeurt ook in het museum natuurlijk. Dat gebeurt niet in het museum. Dat komt een nieuwe bestuurder, komt een nieuwe directeur. Er wordt straks anders gedacht over de hele, hopelijk. Ja, maar dat is allemaal van buitenaf wordt dat beïnvloed. Maar dat is niet vanuit het museum zelf. Dat museum en de opstelling en alles duidt erop dat het pot dicht zit. En er zit geen beweging in. Zelfs de stalen wanden, die zo zwaar zijn dat je ze nooit zou kunnen verplaatsen, die zijn daar eigenlijk een symbool van. Ik vind het wel grappig dat mijn oudere generatie, ik dus, positiever en optimistischer daarnaar kijkt dan jij. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Ja. Meer pot dicht dan ik, vind ik. Mag je vragen, Keten? Mag je vragen? Als dat zo is. Kijk, ergens in jullie aflevering, want ik wil toch weer even over Kirak 15 hebben. Ergens halverwege, eigenlijk op het punt waarop je dit eigenlijk zou gaan zeggen, dat het pot dicht zit, slaat de aflevering om en krijgen we nog een aantal andere onderwerpen waar we allemaal hard om kunnen lachen, maar waar het Stedelijk verder uit het zicht raakt. Kun jij vertellen waarom daarvoor gekozen is? Wisten jullie dan dat het daar niet getoond zou worden? Of was het tijd om eens even iets anders aan te pakken? Of moeten we dat als een metafoor zien voor wat er allemaal niet meer geldig is? Kun je dat uitleggen? Ik denk, kijk, op het moment dat je de indruk hebt dat iets potdicht zit, dan ga je eigenlijk door allerlei verschillende emotionele stadia. Misschien dat je eerst schrikt, dan begint te schoppen. Dan word je er een beetje balorig van en dan gemelijk, zoiets. En, zijn dat de stadia die wij vervolgens in de film zien? Ik denk dat je wel eigenlijk dat die verschillende emotionele toestanden wel sturend zijn in de aflevering. Of voor de keuzes die we daarin hebben gemaakt. Even denken hoor. Ja. Ik denk dat het er ook om gaat, is op het moment dat je eigenlijk
toch een soort van staat te kijken naar wat er allemaal gebeurt, dan wil je ook wel zien hoe het dan zit. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt, bijvoorbeeld toen wij met Joyce Roodnat in onze huiskamer zaten, dat was echt een vriendelijk gesprek. Dat was ook gezellig. En we probeerden eigenlijk een soort van te begrijpen van elkaar of van haar hoe dat nou zit en wat er nou eigenlijk gebeurt als zij dan zegt dank je wel. Maar tegelijkertijd achteraf voel je je gewoon berooid, want zij geeft uiteindelijk niet een antwoord over wat ze dan echt... wat dan echt haar verantwoordelijkheid is als journalist ten opzichte van Rem Koolhaas, als zij de vraag niet begrijpt, of sorry, als zij zijn uitleg niet begrijpt, waarom ze dan niet even doorvraagt, bijvoorbeeld. En ik denk dat mijn generatie inderdaad wel degelijk te maken heeft met een soort vermoeidheid met dit soort... slordigheid eigenlijk. Van die mensen die dan in onze ogen eigenlijk de belangrijke cultuur bedrijven. Dus je wil die mensen eigenlijk op hun verantwoordelijkheid aanspreken. En ik denk dat je daar heel veel... dat je in deze aflevering ook een poging daartoe ziet. Oké, de poging om haar op haar nummer te zetten. Nee, niet op haar nummer te zetten. Om haar eigenlijk, om echt te begrijpen wat zij aan het doen is. En hoe zij dat ziet. En waarom heb je dan die kledingkritiek nodig? Of dat is gewoon een oprechte reactie die iemand daarop heeft. Dus het is echt wat Jeannie gewoon zegt als zij naar Joyce Roodnat kijkt. Dus dat is haar reactie. Ja, maar goed, jullie beslissen om hem in de aflevering te zetten. Dus als je zegt... Ja, om die reden. Generatie moet de verantwoordelijkheid, misschien is dat... Jeannie is eigenlijk dan weer een andere generatie. Zij is weer 10 jaar jonger dan ik. Mm-hmm. En zij studeert filosofie en ze zit hier ook in de zaal. Ja, wel fijn dat ze nog even geïntroduceerd wordt. Ja, dus zij vertegenwoordigt eigenlijk weer een generatie die weer eigenlijk... veel minder eigenlijk in aanraking is geweest met die oudere, jouw generatie, met Joyce, met de Joyce Rood. Dus die heeft daar geen last van? Veel minder, denk ik. Ik denk dat nu een goed moment is om even naar de volgende column sowieso, maar die gaat hier als het ik goed is ook op in. Hij is slap. Geerten Waling, columnist, onder andere voor online columnist voor Elsevier en voor de Volkskrant. En als ik me niet vergis, gaat dit naadloos over in jouw betoog. Ik hoop het. Ga je gang. Ik hoop het, dank. Ik wil misschien beginnen met een vraag trouwens, dat heb ik niet opgeschreven. Maar de vraag die ik had, die misschien nog tot discussie kan leiden hier of aan de bar, is: ben ik een racist of een seksist als ik geen interesse heb in geslachtsdelen of de huidskleur van de kunstenaar? Goed, kunstkritiek gaat mijn pet ver te boven. Ik wil het graag hebben over de Nederlandse kunstwereld op zich. Uit de Kirak-aflevering kunnen we weer aflezen dat die kunstwereld net te klein is om niet al heel gauw muf en incestueus te worden. De macht is er extreem gecentreerd. Het zijn maar enkele instituties, een paar musea, wat media, academies, een paar fondsen misschien, die waken over de heersende dogma's van de veel bredere kunstminnende goegemeente in Nederland. Wat mag leuk gevonden worden, wat niet? Welke kunst is avant-garde? Wat is rotzooi? Wat verdient onze subsidie en wat gaat in de shredder? Niet alleen zijn het maar een paar instituties die het hele speelveld domineren, maar die paar instituties die drijven ook nog eens op niet meer dan een handjevol personen. Sleutelfiguren zou ik zeggen, van wie er een paar ook hier in de zaal zijn. Als ik van een bepaalde politieke partij was, dan zou ik zelfs zeggen het kunstkartel zien we hier in die films van Kirak. Museumdirecteuren, curatoren, kunstenaars, kunstcritici en recensenten. Ze kennen elkaar allemaal en zo lijkt het althans allemaal net iets te goed. Roddelen doen ze zeker, maar veel te weinig bevragen zij elkaar frontaal en openlijk. En laat staan dat ze elkaar bekritiseren of echt afserveren op thema's die ertoe doen. En als er nieuwe ideeën langskomen die niet stroken met hun lang gekoesterde opvattingen, dan kijken ze allemaal eerst naar elkaar. Als baanwielrenners in een surplus. Met angst en achterdocht in de oogjes. Ga jij eerst? Nee, ga jij maar eerst. Stilstaan, de surplus. Zolang de ander geen beweging maakt, blijven ze zelf ook veilig bij hun bekende riedeltje. Diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid, u kent het allemaal wel. En zo kan het gebeuren dat het Stedelijk Museum, met Margriet Schavenmaker, omstandig zwicht voor identiteitspolitiek, toevallig omdat het in de mode is, we hebben het net al gehoord. Het bewijst maar weer hoe bepalend één persoon zelfs kan zijn. Eén poortwachter, Schavenmaker, die zelf aanvankelijk de politieke correctheid zei beu te zijn. Hij is zich in een jaar tijd laten omscholen tot meesteres in de identiteitspolitiek.
En poef, weg was de opdracht voor die leuke dwarse tegendenkers van Kirak. Was het te vroeg, Margriet? Koudwatervrees misschien. Want over 10 jaar mag Kirak vast een expositie cureren in het stedelijk. Want de surplus kan elk moment opgeheven worden, dat weten we allemaal. En koers vast is de kunstwereld ook nooit. Maar voor nu zijn we veroordeeld tot de balie. Maar ja, hoewel veroordeeld, dat is geen straf natuurlijk. Want hier in de balie zie je precies het omgekeerde. Een poortwachter die wel de rug recht houdt. Die wel de prioriteit op een rijtje heeft en het open debat omarmt. Die niet de arrogantie heeft om te denken dat hij de waarheid in pacht heeft. En ook hier zie je hoe bepalend één persoon kan zijn. Want wat was deze tent decennia lang niet te harde zo saai, hè, de balie? Daar is met de komst van Juri Albrecht als directeur wel verandering in gekomen. Links of rechts, cosmopolitisch of nationalistisch, religieus of atheïstisch. Iedereen krijgt in de balie een podium blijkbaar, al moet de halve ME ervoor uitrukken. En Kirak laat niet alleen zien hoe smal de machtsbasis is van de poortwachters van de Nederlandse kunstwereld, de balie uitgezonderd, maar ook hoe onderontwikkeld hun ruggengraat en eigenwaarde eigenlijk zijn. Dat er maar een klein zuchtje wind nodig is om opperste verwarring te zaaien. Politieke correctheid is niet per se links of rechts natuurlijk, maar is een soort hypocriete neiging om de waarheid te willen verbloemen. Politieke correctheid, die komt in vele vormen. Zoals de vorm van de dogmatische correctheid, de activisten. Mensen die anderen de mond willen snoeren. Of de vorm van de conformistische politieke correctheid, die we allemaal wel eens voelen in een omgeving waar iedereen hetzelfde denkt en jij maar eventjes net op je tong bijt. Maar de meest gevaarlijke, perfide vorm is toch wel de institutionele correctheid. De institutionele correctheid. Dat is de aandoening waar het Stedelijk Museum aan leidt. Evenals de Rietveld Academie konden we in de vorige aflevering zien, die ook in de balie vertoond moest worden. En veel van de poortwachters in de kunstwereld die leiden daaraan. Zij castreren moedwillig het debat uit angst voor reputatieschade of ontevreden klanten, zoals studenten tegenwoordig worden genoemd, of uit angst om achterlijk te zijn of misschien juist een tijd iets te ver vooruit te zijn. Gelukkig krijgen we met elke nieuwe Kirak-aflevering weer meer zicht op hun laffe capitulatie en krijgen die poortwachters nog duidelijker die gevreesde boodschap te horen. Time's up, old man. Dank u wel. Ik kijk even naar de klok en ik kijk naar Rutger Pons. Ik weet dat jij om 9:30 weg moet. dus de laatste 7 minuten, ik weet niet of ze helemaal voor jou zijn, maar ik wil wel bij jou beginnen. Want dit adresseert rechtstreeks jouw generatie. Ja. Ben ik bang? Nou, weet ik wel zeker. Trek je daar iets? Voel je aangesproken hierdoor? Nee, ik voel me niet aangesproken, maar nee, jammer. Weet je, wat het leuke, zat ik me vanmiddag te bedenken, wat ik ook leuk vind aan Kirak, is het feit dat zij dat internet platform hebben genomen om hun kritiek op te spuien. En we zitten in de balie, ook mede inderdaad dankzij Juri, maar als het goed is, zou dit soort discussies ook in musea moeten kunnen plaatsvinden. Dat vind ik wat het nu stedelijk meer zou moeten doen. Tribune in die grote hal en praten met elkaar en dingen laten zien, precies zoals hier of net anders. Maar de kritiek, ik zit toevallig bij een krant en wij doen ook wel allerlei multimediale zaken, maar ik besef heel goed, een krant is maar een krant, hoe goed ook. En het platform waarop kritiek zou kunnen gespuit worden, is natuurlijk veel breder. En dat is alleen maar leuk. Dus ik voel me helemaal niet aangesproken. Het feit dat ik het misschien niet doe, in zo breed, zegt niet dat ik het ontzettend leuk vind dat ik wel gewoon internet kan inzetten en dat allemaal kan opvangen uit hoeken waarvan ik het vroeger, gewoon niet bestond. Dus dat is alleen maar goed. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die generatie sowieso al, zich aan het vermengen is met allerlei nieuwe vormen. Ja, natuurlijk. En de ene dus dat bastion, hij schetst het, Geert schetst het toch nog steeds als een soort bastion. Een kleine wereld waarin iedereen elkaar de bal toespeelt. Ja, dat snap ik. Dat bedoel ik natuurlijk, omwille van de discussie zou ik het ook zo zeggen. Maar dat is in geen andere wereld. Dat is overal zo. En ook weer niet. Snap je? We houden goed aan. Dat is zo ingewikkeld om dat op deze manier te zeggen. Want er zijn zoveel machten bezig. Ik bedoel, bij een krant kan ik echt wel goed zien wat voor machten er bezig zijn om een bepaald soort beleid te voeren waarin jij als kunstcriticus ook wel of niet mee moet gaan of daar weer tegenin moet gaan. Dat weet jij zelf ook. En
Alleen dat gevecht is al veel breder dan het vroeger was. Vroeger schreef je je column of je stuk. En nu wordt, ook bij ons wordt gewoon ter discussie gesteld, maar moeten we dan wel... Wat is een recensie? Moeten we nou wel recenseren? Wat is het zin om constant maar 1 of 2 sterren? Die kunstwereld wordt dijd uit. Terwijl het gehalte aan geweldige kunstenaars of kunst niet toeneemt. Dus als je goede, brede recensies wil schrijven, zit je constant 1 en 2 sterren uit te delen. Nou, daar heeft helemaal niemand zin in. Daarnaast heeft ook helemaal geen enkele, net ook een boodschap voor een lezer. Buiten het feit dat je af en toe kritisch moet zijn om niet alleen kritiek te hebben op een bepaald kunstwerk of een kunstenaar, maar ook omdat je denkt van nou, maar dat komt uit dat en dat en dat voor. Je wil gewoon, en misschien is dat ook een beetje wat ik mis bij Kirak, je wil... Mijn stelling is altijd, hoe negatiever of hoe kritischer je schrijft over kunst, hoe meer je moet laten zien wat je uitgangspunten en motieven zijn en wat je doel is. Je meet het namelijk altijd aan iets af. En als je met een gestrekt been... Maar je weet ook net zo goed als ik, als je kritisch bent, hoe meer applaus je krijgt. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is zeker wel waar. Nou, dat is misschien jouw geval. Nou, dan ben ik blij voor jou. Iedereen dat scheelt. Als je kritisch hebt geschreven, zegt iedereen, wauw, dat was een geweldig stuk. Nee, dat vind ik echt veel te cynisch. Nee, ik bedoel, het is helemaal niet leuk. Of maakt helemaal niet uit of je duim omhoog gaat omlaag. Het gaat erom dat je probeert door te dringen tot achter het schilderij waarom het ergens hangt en gemaakt is. En om die analyse goed te maken. En nogmaals, hoe kritisch je bent, hoe meer je moet laten zien hoe die röntgenstraal precies dwars door die kunstwereld heen gaat. Maar, want je hebt verantwoordelijkheid af te leggen. Je hebt verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid ligt volgens Geert en bij een te kleine groep. Jij bent het daar niet mee eens. Maar Kate, ik wil toch graag even naar jou. Want ik kan me zo voorstellen dat een van de motivaties om Kirak überhaupt te beginnen is om eens even wat anders te doen dan de gevestigde orde doet. Of... Er moet een reden geweest zijn om ooit zo met de beuk erin te gaan filmen en op zaal los te branden. En een hele andere tactiek ook te gebruiken, anders dan wat er tot dan toe gedaan werd. Ja, en die is niet eenduidig en die is ook organisch ontstaan. Dus, en ik heb het... Kijk, wat er ook gebeurt, gaandeweg verwerk je ook dingen. Dus je vergeet eigenlijk ook waarom je bepaalde dingen dus of zo wilde doen. Maar je gaat mij niet vertellen dat er geen idee was. Nee, nou, het is echt... Kirak is ontstaan omdat ik tegen Stefan aan het zeuren was over het werk van Saskia Noor van Imhoff. En hij mij toen gewoon een keer heeft meegenomen en dat heeft gefilmd, dat we het daarover hebben. Dus, ja, maar goed, dus, we zijn nu wel 15 afleveringen verder. Nee, dat snap ik, maar vervolgens krijg je natuurlijk een gigantische reactie daarop. Eigenlijk is het heel leuk dat de kunstwereld zo klein is, want dat betekent ook dat als er 1 keer een relletje is, dat je zeker weet dat iedereen meteen op de hoogte is van dat relletje. Dus op het moment dat wij de aflevering van In de Appel hebben gemaakt, is die meteen van de ene naar de andere mailbox gegaan. En binnen een week was die iets van 5000 keer bekeken. Dus dat was eigenlijk een ontdekking. Dat is kennelijk dat je mensen eigenlijk zo schokt door eigenlijk zo'n met terugwerkende kracht, zo'n brave aflevering. Met zo'n eigenlijk vrolijke aflevering over een kunstwerk wat je inderdaad niet goed vindt en waarom je het niet goed vindt. Dus daar was eigenlijk weer duidelijk hoe moeilijk mensen het vonden om überhaupt negatieve kritiek te ontvangen, maar ook om het eigenlijk plaatsvervangend te ontvangen, zou ik maar zeggen. Door te zien dat iemand anders negatieve kritiek krijgt. En dat is denk ik. En zo gebeurt er elke keer wel iets. Je maakt een aflevering en dan gebeuren er dingen. Je reageert op dingen. Het is eigenlijk een beetje oninteressant om het zo te zeggen, maar. Organisch, kortom. Ja. Ik wil even weten, is eigenlijk niet het. Het weigeren van het Stedelijk Museum dan het beste wat je kan overkomen als Kirak? Stel dat ze hadden gezegd, ja, laat maar zien. Had je daar gezeten in het centrum van de, op de schoot bij de macho, zullen we maar zeggen. En weg is je kracht. Het feit dat jullie bij de Rietveld werden geweigerd, zei heel veel over de Rietveld. Het feit dat je bij het Stedelijk Museum wordt gedisinvite, eigenlijk, zegt veel over het Stedelijk Museum. Stel dat het niet was gebeurd, is dit... Kortom, goed.
dat dit gebeurt? Ik denk echt dat ik het leuker had gevonden om wel gewoon naar de Rietveld te gaan. En wel gewoon naar het Stedelijk. Omdat ik heel benieuwd ben naar wat er dan gebeurt. Ik ben gewoon zelf benieuwd naar die sensatie. En naar wat het doet ook met mijn gemoedstoestand. En met mijn reactie op wat er dan gebeurt. Dus je kan je natuurlijk op allerlei manieren ontwikkelen. En ik denk... Ik zie kunstenaars die kunnen zich natuurlijk als een strijdige kracht ontwikkelen, maar ze kunnen zich ook binnen de gemakken van een soort van een sfeer waarin daar ruimte voor is, kunnen ze groeien. En ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt als er voor ons die ruimte is. Ja. Ik wil eventjes naar de zaal. Ik denk dat daar wel tijd voor is. En ik kan nu nog even aan ook Rutger Ponsen voordat hij weg is. Dus als iemand een vraag heeft voor Rutger, zou ik die graag eerst horen. Kom op. Heerlijk. Ja. Ik heb een paar keer begrepen dat het wenselijk is dat kunstenaars niet met autoriteit aan de muur hangen. Ik heb een paar keer begrepen dat het afbreken van die autoriteit van kunst, de kunstwereld en de kunstenaar zelf, dat het daarom gaat en dat het daarom zo meestelijk is dat onze architect die boel maar een beetje bij elkaar gegooid heeft. En ik vroeg me, waarom is het zo belangrijk om autoriteit van kunstwerken af te breken? Wat pleit daarvoor om te zeggen, dit kunstwerk mag geen autoriteit hebben? En wat is autoriteit dan volgens u? Ja, je moet het niet al te streng opnemen. Laat ik het zo zeggen. Er is natuurlijk een hele lange tijd geweest dat, en niet onterecht, dat met een soort interesse in wat maken kunstenaars, en zeker in de moderne tijd waarin dingen... waarin nieuwe grenzen werden gelegd, dat het heel belangrijk is om goed naar een kunstenaar te luisteren met een andere stem die je nog nooit hebt gehoord. Het gevaar is alleen dat je op een gegeven moment daar veel te lang in blijft hangen. Het is helemaal niet omdat die stem niet interessant is, maar het is niet de enige stem. En de autoriteit van de stem zit hem nog niet zozeer in de stem zelf, maar in het feit dat je daar altijd maar naar luistert. Dat je oor daar goed naar moet leggen, zeker. Maar dat je gewoon goed moet nadenken in hoe kunst in een veel breder veld functioneert. Verschrikkelijk woord, maar in een museale omgeving. Hoe het verhandeld wordt, hoe het gemaakt wordt, hoe het gerepareerd wordt als het kapot is. Dat zijn allemaal, die discussies beginnen nu steeds meer te gelden van, ja, maar moeten we het dan wel echt weer restaureren zoals het destijds gemaakt is? Of moeten we het anders? En dat is interessant. En dan moet je soms even die stem van de autoriteit van een kunstenaar, moet je iets gas terugnemen. Nogmaals, het is niet dat je altijd die rotkolders erboven moet hangen. Maar alles heeft een functie en alles heeft zijn tijd om daarin te veranderen. En of dat nou met gestrekt been is of op een misschien wat subtielere manier, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Snap je? Het is ook niet van vandaag op morgen dat het allemaal verandert. Het stedelijk verandert ook niet gelijk. Dat er een aantal stappen voor nodig zijn dat überhaupt, wat misschien ooit idee is geweest om één schilderij van Newman altijd maar zo op te hangen en voor de rest in een soort totaal vacuüm van niets, om maar een soort wolk van kleur over te laten komen. Nou, mooi. Kan het anders? Waarschijnlijk. Maar dan moet je eerst iets afbreken. Nou ja, dat klinkt hard. Beantwoord dat ongeveer je vraag? Volgens mij doet die hele microfoon het niet, hoor. Wat mij opvalt door het gebruik van het woord autoriteit is dat het mij heel erg doet denken aan hè, de studentenopstand, het afbreken van macht. En dan kom je al heel erg gauw bij iets wat volgens mij een thema is dat door Kirak geraakt werd in deze aflevering. Namelijk dat gelijkheidsbeginsel, hè, de inclusiviteit. En daarom vind ik dat zo'n ontzettend interessante aflevering. Ik denk van, hé, we hebben het dus over gelijkheid die bewerkstelligd moet worden door autoriteit af te breken, machismo. En ik vond de opmerking die zij erover maken juist heel erg interessant. Ik vond het niet zo'n raadsel waar die aflevering over ging, geloof ik. Nou, dat is heel fijn. Laten we hopen dat het voor meer mensen geldt. ja, daar. Ik kom er gewoon aan. Ja, ik vond het zo grappig dat je dat
al die kunstwerken tot dingen terug wist te brengen, dat het dingetjes werden. En dan ben ik zelf kunsthandelaar en er zat er een directeur die toen nog niet van plan was om weg te gaan toen die opstelling gemaakt werd. Dus hij gaat ervan uit, je hebt toch een beetje suggereerd dat het al een soort nieuwe start was, hè, dat het eigenlijk al nieuw was, maar ze was toen nog zeker niet van plan om weg te gaan. Ze is eigenlijk weggestuurd omdat ze eigenlijk ook een soort kunsthandelaar was, hè. Dat was een soort stil verwijt. En dan richt ze een tentoonstelling in en die ziet eruit als een kunstbeurs. Zo heb ik hem gelezen. En dan zie ik een kunstbeurs waar dingen eigenlijk juist niet een dingetje worden, maar dingen juist een soort waardeverhouding krijgen. En er wordt een soort politieke, correcte waardeverhouding erheen gespoeld, waardoor je eigenlijk met een soort vaste brilkleur gedwongen wordt om naar die dingen te kijken. En dan heb je dan 13 routes toe die allemaal naar diezelfde kleur toe leiden. Snap je? Ik denk dat ze hebben ingezoomd op 1 of 2 voorbeelden, maar we hebben een paar keer zelf ook door het stedelijk gelopen. En dat vond ik best een hele opgave, want ik ken eigenlijk niemand die vrijwillig terugkeert naar de base. We moeten denk ik een beetje naar de vraag. Naar de vraag. Nou, de vraag is, hoe kun je nou werkelijk zien dat het een soort terug naar af opstelling is, dat het een soort open opstelling is? Is dat een vraag die we misschien aan Margriet Schavenmaker van het Stedelijk Museum kunnen doorgeven? Die zit hier niet voor niks tenslotte. Kom straks bij jou. Koran. Ja, ik denk dat die verschillende perspectieven heel duidelijk al meteen na de opening van BASE werden geformuleerd in de krant, zoals ik al noemde. Hè. Je hebt de voor- en de tegenstanders. En ik denk, ja, als je wil zien dat het labyrinthisch is en open is, dan kan je dat zien. Als je vindt dat het te vol is en gesloten is en geforceerd is, dan zie je dat. Dus ik denk dat dat eigenlijk vooral de crux is. Wat wij van het Stedelijk interessant vonden aan BASE, is dat je inderdaad voor toeristen, voor mensen die als een soort op een eerste manier komen kijken en een inleiding tot kunstgeschiedenis willen hebben, dat je dat doet op een manier die niet is zaal na zaal na zaal een lineair verhaal. Maar dat het echt een beetje open is en je kan ervan vinden dat het niet open is. Ik denk dat het wel open is, dat het voldoende uitnodigt. En ik hoop natuurlijk dat we de komende paar jaar ook best veel gaan wisselen daarin. En helemaal omdat we op de begane grond van de oudbouw Stedelijk Turns tentoonstelling hebben, waar we nieuwe perspectieven op de collectie geven die zich ook weer terugvertalen naar BASE. En dat is een dynamisch model. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat een nieuwe directeur daar volgend jaar van gaat vinden. En wat ermee gaat gebeuren. Maar kan je even reageren op het woord kunstbeurs? Oh, die is ook toen heel veel genoemd bij in de recensies inderdaad. En ja, je kan het van als je depotopstelling, kunstbeurs. Het ging ons er natuurlijk vooral om zoveel mogelijk werken. Er zitten 700 werken hangen er in die 1100 vierkante meter daar beneden. En die wandjes daar zo dun mogelijk natuurlijk, dus dat moest uiteindelijk van staal zijn. En dan lijken die wanden op een bepaalde manier, zou je kunnen zetten, op schotten. En dat kan je vergelijken met een kunstbeurs, ja, als je dat... Maar als ik nou bijvoorbeeld zeg, ik vind het echt niet open, ik vind het echt heel dicht. Ik voel me ook heel... ik voel me bijna... dat discours waar het stedelijk in meegaat, ik voel me daar echt oprecht door beperkt. En dan kun je toch niet de hele tijd blijven antwoorden, ja, maar het is echt open, het is echt open. Nee, ik zei niet, het is echt open. Ik zei, we hebben dat labyrinth hebben we opgesteld met het idee dat er verschillende perspectieven mogelijk zijn. Maar dat veel mensen het als heel vol en als ze dicht ervaren, ja, nee, dat is duidelijk. Ik denk dat het voldoende biedt om wel je eigen verhaal en je eigen perspectief te maar krijgen. Maar wat als mensen niet alleen maar hun eigen verhaal willen, maar ook eigenlijk willen kunnen bouwen op een bepaald soort verhaal, willen kunnen... Nou, ik denk dat er echt wel is. Want... Elk wandje heeft een zaal. Er zijn meer dan 200 zaalteksten, 70 audiotourstops, weet ik trouwens. Dus er is echt wel voldoende kennis aanwezig in de BASE om op te bouwen. Als jullie het goed vinden, ga ik even naar de volgende vraag. Ik zag er 2 achterin. Eerst daar helemaal achterin. Jij zit al een hele tijd te zwaaien. Ik kom naar je toe. Ja, dankjewel. Ik had een vraag voor Rutger Ponten. Aan het begin van de avond zei u... ik vind het verontrustend. En in vlak daarna of daarvoor zei u het woord generatie... Ik vroeg me af wat u daarmee bedoelt. En u bracht het een beetje in verband met... nee, u schudt nu nee, maar... Zit er nog een paar woorden tussen, omheen? Nee, maar u krijgt... Ik ga een vraag stellen, hoor. Okay. Maar
En u bracht dat in verband met het een beetje dat lollige grapje over dat jurkje van mevrouw van de journalisten. Ja, als dat al een hele lompe actie zou zijn, dan is het hoogstens punk, zou ik zeggen. En dus juist grappig en vernieuwend en kunst en dat soort dingen. Er zijn nieuwe spelregels gaande dankzij internet, dankzij nieuwe mediakanalen, noem maar op. Waar dus journalisten dat soort dingen niet meer toongevend en bepalend zijn. Kunt u dan, nadat ik dit heb gezegd, misschien nog een keer uitleggen wat u precies aan Kirak verontrustend vindt? Ging dat over George Grootnat? Nee, jij zei volgens mij dat je het verontrustend vond dat wij als jongere generatie een negatievere kijk hebben op de zaken dan jouw generatie. Nee. Nee. Volgens mij vond jij het beledigen verontrustend. Ja, ik vond het beledigend. We komen er wel. Als ik het goed onthouden heb, was dat wat jou... Ik ben ook blij dat jij als moderator daar een splitsing in hebt gemaakt. Dat enerzijds verontrustend is als dit... Je nodigt mensen uit en daarna serveer je ze af. Vind ik gewoon niet passend. Dus, maar dat is een andere discussie dan de rest van de film. Snap je? Dit was een soort... Want voor mij was het meer van, waar gaan we in godshemelsnaam toe? We beginnen met macho Rem. En we eindigen met het jurkje van George Grootnat. Ja, op een gegeven moment dacht ik van, het is een soort sociologisch onderzoek. Ook leuk, maar dan heb ik het verkeerde boek gelezen. Dan zit ik in een andere film. Maar dat vind ik verontrustend was... En wat zei Kate net? Dat is dat weet ik eigenlijk niet meer of we daar zo over hebben gehad. Als je het er nu wel over hebt, dan wil ik wel antwoord op geven. Er is inderdaad, dan steek ik ook hand in eigen boezem. Dat is lastig. Er is inderdaad een tendens, en dat zal niet iedere kunstenaar en museuminstelling van overtuigd zijn. Er is een tendens dat de scherpte van het kritiek er enigszins afgaat bij de gedrukte media. Dat zeg ik maar hardop. En dat denk ik ook dat het geldt voor publieke omroepen. Daar zijn beleidsvoornemens dat je gewoon merkt dat er iets positiever wordt geschreven over. En alleen op grond. Ik ben het er niet mee eens, maar ik ben er een onderdeel van. Dus ik ga me daar niet gelijk van distancieren of verontschuldigen. Ik constateer het gewoon. En daarom ben ik blij met zo'n internetplatform als Kirak en alle andere internetplatformen. Wat ook in dit geval symptomatisch is voor het feit, maar dat geldt ook voor de politiek, dat er gewoon andere stemmen komen. En ook stemmen die misschien, en dat geldt niet voor jullie, die misschien anders geschoold zijn. In ieder geval anders geschoold zijn. En dat is goed. Op zich is dat heel goed. Ik zag aan die kant daarachter meerdere, Wacht even. Ik wil graag aan Margriet vragen waarom ze een expositie maakt voor toeristen. We zitten op het Museumplein natuurlijk, naast het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. En toen wij open gingen weer opnieuw in 2012, toen 80% waren Nederlandse bezoekers en 20% toeristen. En terwijl het Rijksmuseum heeft 50% toeristen en bij het Van Gogh Museum is het andersom. Is het 80% toeristen en 20% Nederlanders. Dus wij gingen natuurlijk nadenken van maar hoe kunnen we ook iets meer van die toeristen zeg maar naar binnen halen. En die willen heel graag gewoon Mondriaan, de Warhol, Van Gogh en zo zien. Dus daar... Die willen naar wat? Toeristen willen naar de Wallen. Precies, ja, sowieso. En als er twee musea gaan... Ja, maar in ieder geval, dat is dus de reden waarom we graag ook cateren voor de toerist. Naast dat we natuurlijk ook voor de Amsterdammers en de Nederlanders tentoonstellingen maken. We gaan even door naar de volgende vraag, denk ik. Het is een vraag aan Kate. Rutger had het over dat hij vindt dat je als kunstcriticus verantwoordelijkheid hebt. Vind je dat je dat hebt? Of wellicht helemaal niet? En waarom? En welke verantwoordelijkheid? Dat je een verantwoordelijkheid hebt naar de kunsten of naar het werkveld of naar je achtergrond. Op wat voor manier is er verantwoordelijkheid?
Ik ervaar mijn verantwoordelijkheid als een verantwoordelijkheid om iets te maken, iets goeds te maken. Iets wat goed in elkaar zit. Iets wat voor mijzelf ook een ontdekking is. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Heb je een verantwoordelijkheid na het spel? Maar omdat het kunstkritiek is. Het is geen... Ik ben ook benieuwd of je zelf vindt dat je een kunstwerk maakt, maar dat is een andere vraag. Je zei eerst, heb je een verantwoordelijkheid naar het veld? Ja, dus omdat je kunstkritiek maakt op het veld. Hè? Je hebt een kritiek op het veld. Dus heb je dan wel of geen verantwoordelijkheid naar het veld? Misschien helemaal niet, hè? Ja, bedoel je dan een soort sociale verantwoordelijkheid of een... Hoe Rutger dat voor zichzelf ziet, maar dan komen we daar, dan is dat een heel grote discussie. Laten we het even beperken. Heb je een verantwoordelijkheid naar het kunstenveld, lijkt me nogal breed. Misschien kon ik het uitspreken. Heb je bijvoorbeeld verantwoordelijkheid naar de kunstenaars die je bespreekt? Ja, zeker. Ik neem de kunstenaars die ik bespreek altijd serieus. En heb je ook verantwoordelijkheid naar het publiek wat je eventueel bedient? Ja, deze vraag is ingewikkeld omdat verantwoordelijkheid op zoveel verschillende manieren kan worden gevoeld en aangesproken. Dus je kan vinden van een ander dat hij zich eigenlijk volgens bepaalde regels moet gedragen. En dan kan een ander vinden dat die regels niet goed zijn. En ik denk dat Rutger Ponsen en ik ons in een dergelijke oneenigheid bevinden. Dus wat hij als zijn verantwoordelijkheid ziet, zie ik als mijn verantwoordelijkheid om precies dat niet te doen. Ik denk dat dat... Dat is een soort samenvatting helder. Is. Ja. Goed. Daar was nog iemand daar, ja? Hallo. Ik vind het altijd heel interessant als jullie je een soort van onironisch uitgesproken positief over iets uitlaten. En omdat dat niet zo heel vaak gebeurt ook. En dat had ik nu eigenlijk alleen met de Francis Bacon. En jullie vertelden er heel kort iets over. Nu weet ik toevallig dat jullie ook een hele sterke bewondering hebben voor Friedrich Nietzsche. En ik voelde daar wel wat parallellen. Of zou je daar misschien iets meer op in kunnen gaan? Vind je het goed als we deze vraag even naar de bar doorspelen? Want dit lijkt me zo'n discussie waar je heel lang en heel leuk... En als je het niet erg vindt, want het gaat net even buiten... iets waar we het nu nog over kunnen hebben, nu iedereen nog zit. Weet je al wel, nee. Mag ik even tussendoor zelf een vraag stellen? En die vraag die gaat naar het Stedelijk Museum, toch ook weer... Wat mij verbaast, eigenlijk als ik die aflevering zie, denk ik, ik zie precies wat Kirak altijd doet. Ze hebben goed verwoorde beschouwingen, die soms een beetje te lang doorgaan. De montage is fantastisch. Het is ook heel flauw. Er komt een slechte mop in voor. We branden ook nog iemand af. En we gaan, ondertussen hebben we toch wel over een... Dan zijn we toch scherp. Dus eigenlijk wil ik zeggen, je wist wat je kon, je wist waar je om vroeg. Dat krijg je dan als Stedelijk Museum. Je krijgt eigenlijk precies waar de kracht van dit duo in zit, waar je ze om vraagt. En dan vind je het toch ineens niet goed. Dat begrijp ik niet helemaal. Dacht je dat ze hun leven zouden beteren? Nou, zoals ik in die column zei ook, heb ik grote verwachtingen van ze. En zijn ook een tijdje in gesprek. Kijk, dat de framing van deze avond, daar, ik kan me daar niet helemaal in vinden. Zij weten ook allebei dat ik niet een opdracht heb gegeven om echt die aflevering te maken. Ja, je zei, kom, als jullie morgen even langskomen en jullie gaan naar het Stedelijk Beest. Bij de persconferentie, we waren toen in een gesprek, zei ik, nou, dat kan misschien wat zijn. Maar we hebben een gesprek gehad over een stedelijk statement, over stedelijk, van alles. Ja, dus... en dat heb je afgekend. En dat, ja, was, dat en... Wat zou begin 2019 zijn. Ja. En dat, daar was dit daar... onderdeel van. Daar was deze hele aflevering was daar ja, onderdeel maar daar van. Maar laten we daar niet over... Nee, maar mag ik even uitleggen? We gaan met heel veel verschillende mensen altijd in gesprek over dit soort public programs. En soms wordt het wat, soms wordt het niet wat. Dit is een gesprek geweest waar, nou ja, wat op een gegeven moment zei van, oh, en hier is deze aflevering.
En toen was een hele andere versie dan deze ook. Die was veel korter, die was 8 minuten of 10 minuten. Toen hebben wij besproken van vinden we dit genoeg voor een hele avond over Stedelijk Bees? En dat vonden we niet. Dus dat is eigenlijk, en toen kwam dit en deze hele framing. Wat ik helemaal snap, hè, zoals je net ook al aangaf, het is heel fijn om, en dat is ook de kern denk ik en de kracht van veel van jullie afleveringen, om precies die machtsinstituties ter discussie te stellen. En dat zijn wij. Je vond het niet genoeg voor een hele avond, maar we zitten hier nu al een hele avond over te praten. Zoals ik in de column net ook al zei, aan het einde van ongetwijfeld wordt bewezen dat we het bij het verkeerde eind hadden. Ik ben er trouwens nog steeds niet helemaal van overtuigd, omdat ik vind dat de aflevering zelf, en het werd ook al een paar keer genoemd, echt het ontspoort. En dan kan je uitleggen hoe je dat wil. Maar dan is toch de vraag, waarom heb je überhaupt gedacht? Het gesprek aangegaan. Ja, nou, dit krijg je dus. En het woekert voort waarschijnlijk. Snap je, het wordt alleen maar langer. En ook deze avond komt er weer bij. Het gaat maar door. Dus je weet, als je ze één vinger geeft. De vraag is niet zozeer waarom doe je het niet. De vraag is waarom ben je überhaupt aan het gesprek begonnen? Nou, ja. Je had toch blijkbaar verwachtingen. En dat vind ik heel gek van je eigenlijk. Dat je denkt van, we zijn ergens aan begonnen. Maar we willen eigenlijk alleen maar van Kirak onze kant. De goede, leuke Kirak. Waar wij iets aan hebben. En dan ontspoort het. Dan denk je, Dus je hebt eigenlijk gewoon de verkeerde. Je hebt de halve Kirak willen hebben. Dat is toch de halve Kirak. En ik kreeg de hele. En zelfs met een opgenomen gesprek. Precies wat ik. Precies. Je hebt gelijk. Misschien wilde ik de halve Kirak. En toch, als ik er nu zo over nadenk, denk ik nee. Er zijn, wat ik eerder zei, ik vind bepaalde afleveringen van Kirak heel erg sterk. En ik vind, ik vond vooral die 10-minuten versie waar ik die toen heb afgewezen, die vond ik gewoon echt niet sterk genoeg. Omdat die wat mij betreft, ook wat Sascha aangaf, wat mij betreft te weinig echt inging op bepaalde aspecten van Bees die ik dan zwaarder dan aangezet zou willen hebben. Ja, maar dat bepaal jij toch niet? Jij bent toch niet de criticus? Met de redactieraad wilde graag dan dat er een soort kwalitatief stevige aflevering kwam. Het is in zijn vorm en in inhoud samen is het een kritiek op de manier waarop Stedelijk Bees zich als een beest inderdaad gewichtig probeert te zijn door alles af te dekken en alles af te timmeren en klaar te zetten. Zodat vanaf dat je naar binnen loopt, je krijgt die video, zo moet je er naar kijken en zo loop je er weer uit. En in de vorm is deze hele aflevering daar een reflectie op. Dus jij bent niet in staat om zelf de voorwaarden te bepalen waaronder een ander kritiek op jou levert. En dat is wat er hier misgaat. Dus je kan zeggen, oké, we hadden dit of dat afgesproken en eigenlijk hadden we dit en dat niet afgesproken en het was een beetje zus of zo. Maar het gaat er gewoon om dat jullie je voor jezelf willen bedenken wat is de kritiek die wij op ons willen hebben. En als die kritiek dan anders is, dan zeg je, het is eigenlijk ontspoord. En vervolgens zeg jij tegen mij, je kan er nog wel op allerlei manieren proberen uit te leggen, maar eigenlijk weet je, dan kom je er nog niet mee weg. Maar jij wil niet fundamenteel in discussie gaan over waarom je bijvoorbeeld niet zoiets als de macho mag bespreken. Of hysterie. Jij kiest ervoor om daar een stereotyp van te maken. Dat hysterie alleen maar dat ene ding betekent. Daar kies jij voor. Daar ben ik absoluut niet met je eens. Ik vind dat de wijze waarop je hier opkomt voor het machismo en inderdaad vrouwen seksistisch wegzet, vind ik, en zo framed ik mezelf ook, vind ik echt op dit moment gewoon niet interessant. Ja, maar dan moet je een argument voor geven. Want jij noemt het seksistisch, maar je zegt nog niet waarom dat zo is. Ik ben ingegaan op wat hysterie is. En ik rangschik dat als het ware naast het idee van macho. En daarbij bespreek ik zowel de ideeën die men heeft over hysterie en de ideeën die men heeft over machismo. En ik doe dat inderdaad op een fluïde manier. Dus het gaat vloeiend. Het is sprekendergewijs. Dus het is werkelijk een exploratie van die thema's. Die wordt geïnstigeerd door Stedelijk Bees, door Rem Koolhaas. Dus het is het is simpelweg niet voldoende om te zeggen, het is gewoon seksistisch wat je daar doet. Nou, volgens mij zei ik in de column ook niet van het is simpelweg seksistisch. Je zegt ook niet waarom het dat dan is. Omdat je geeft de stereotypering van, je begint meteen met Nikki, het is het werk van een vrouw. Weet je wat die menstruatie doet? Maar ik zie het toch ook? Ik heb het toch goed gezien? Dat was 50% kans, hè? Dus zo moeilijk was het niet. Zo moeilijk is het niet. Maar weet je, het, jij vond het flauw, denk ik. Ja.
Maar dan wordt gezegd, maar goed, het is altijd dan flauw. Nog ja. Ook een criticus die op de perspresentatie komt, die kan dit soort dingen opschrijven en publiceren. De vraag is natuurlijk niet, er wordt jullie niet van weerhouden om dat te doen, want je kunt elke aflevering maken die je wil. Nee, de toezegging, zoals ik heb begrepen, om hem in stedelijk te tonen, wordt ingetrokken. Dat is eigenlijk het. Hè? Dat is dan toch het, dat is het probleem. Ik bedoel, je kunt de aflevering maken die je wil. Nou, weet je, ik vind het echt verder helemaal prima. Maar ik vind het gewoon heel vervelend dat je met Margriet niet een gesprek kunt voeren inhoudelijk over wat er dan eigenlijk gebeurt in die aflevering. Dat het voor haar uiteindelijk gewoon afdoende is om te zeggen, dat is gewoon een stereotype. En daar ga je, en dat is een flauwe grap. En dat je niet bereid bent om daar eigenlijk om daar de nuance van in te zien. Dat vind ik eigenlijk gewoon. Dat vind ik gewoon vervelend. Maar ze is wel nu met jou in gesprek, hè? Ja, maar ze is toch niet. Ze heeft het toch al besloten. Ze is toch niet met mij in gesprek over die aflevering. Mm-hmm. Ja, ik dacht het wel eigenlijk. Ze is niet bereid om met je mee te gaan, maar dat is wat anders. Nee, maar ze geeft ook geen argumenten, toch? Ja, ze geeft wel argumenten, maar die bevallen jou niet. Nee, wat heeft ze dan voor argument genoemd? Doen ze nog een keer? Nee. Ja. Ik heb die column gegeven. Het is goed zo. Goed. Ja. Ja. Nou, ik hoor je wel een soort herhaling van zetten, maar seksistisch hoor ik je zeggen. Jij zegt, je geeft een stereotype, dat wordt niet herkend, denk je? Nee, ik ga in op het feit dat Rem Koolhaas een grap maakt over die macho. En dat eigenlijk doet omdat hij daarmee Joyce Roodnat tevreden kan maken. En ik maak een soort van. Ik spiegel dat met mijn grap over hysterie. En uiteindelijk komen die hysterie en die macho vloeien als het ware samen. Als een soort van verwante eigenschappen. Want je zou natuurlijk ook heel makkelijk kunnen stellen dat die macho's. Ook een vorm dat die abstract expressionist ook een vorm van hysterie zijn. En dat is iets wat je verder kunt exploreren. Volgens mij is dat heel interessant, want dan heb je het echt over psychologie en kunst. En dan is dit eigenlijk alleen nog maar de aanleiding, de aanzet. Margriet, is een interessante manier om je aflevering in te zetten. En je kritiek ook. Kun je daar toch nog één keer op reageren? Waarom jij dat toch in jullie bewoordingen kwalitatief niet goed vond of niet interessant vond? Nee. Het is wel een geluid wat we niet eerder hebben gehoord. Nou, ik denk dat hoe ik mezelf framede ook een soort radicalisering ten aanzien van de inclusiviteitsgedachte, hoewel je dat niet willen horen. Dat en in de hele politieke context van op dit moment, met de redactieraad waar wij dus kijken naar dit soort programma's, ligt natuurlijk dit soort opkomst bevestigen van het machismo. En het toch vindt, ja, in onze ogen seksistisch neerzetten van vrouwen zoals Joyce Roodnat. Wat ik echt vind dat je dat, ja, waar ik ook echt ongemakkelijk bij voel. Waarom voel je je ongemakkelijk? Zeg maar, begin nu, zeg maar, je hebt nu de aanzet gegeven, dan kan er een argument volgen. Dus je hebt gezegd, ja, ik vind het seksistisch, ik voel me ongemakkelijk, want... Maar, toen zei ik ook, dat zoals ik in de column zet, maar daarnaast mis ik dan de echte urgentie. Van waar gaat het dan echt over? Hoe ga je dan erop door? Dus ja. Ja. Ik ga toch even verder kijken of er nog vragen in de zaal zijn. En dan gaan we de avond afsluiten. Het is 10:00. Ik zit hier al een uur of twee. Wie heeft hier nog een urgente andere vraag? Helemaal achterin. Ik vond het heel interessant dat Kate net benoemde dat het werk... wat als macho wordt beschilderd, eigenlijk dat we daar nooit op ingaan dat wat we zien met onze ogen. Dus waarom zou dit niet hysterisch kunnen zijn? Want we hebben het eigenlijk alleen maar over de makers en het aanzien wat het werk over de jaren heen gekregen heeft. Ik weet niet zeker of ik je vraag helemaal begrijp. Waarom is dit niet hysterisch en waarom is dit macho? De film? Deze schilderijen. Oh, pardon, sorry, ik keek niet achterom. Waarom dit? Waarom is dit niet macho hysterisch, en niet hysterisch, maar wel macho? Oké. Moeten we hier een hele kunsthistorische exposé? Ik,
Ik weet niet of dat heel interessant is momenteel. Nou ja, ik wil wel ingaan. Jij wil even antwoord geven, ja? Ik denk dus... datgene wat eigenlijk als macho wordt aangeduid bij deze schilderij is eigenlijk, denk ik, is eigenlijk heeft te maken met de filosofische gronden waarop dat werk ontstond. Of waaruit het voortkwam. Het idee dus eigenlijk dat op het moment dat iemand zich zo direct mogelijk met het materiaal uit, dat daaruit dan ook een soort waarheid voortkomt. Dus dat je de voorstelling voorbij, dus de bedoeling voorbij, maar dat er vanuit dat er in die soort van pure relatie met het materiaal ook een pure inhoud naar voren komt. En daarbij is natuurlijk de soort van de drager, de persoon die dat dan als het ware medieert. De kunstenaar is eigenlijk niet eens meer zozeer kunstenaar, maar meer medium. Die is eigenlijk een medium van de waarheid middels dat materiaal, samen met dat materiaal. En daarmee, daarin zit natuurlijk een soort van idee dat dat subject dan in contact staat met die waarheid. Of als je het in een andere context zou plaatsen, met het goddelijke, wat dan als het ware wordt gekanaliseerd en uiteindelijk vorm krijgt in de vorm van dat kunstwerk. En dat is natuurlijk een hele... het is een hele grote claim die je daarmee doet als kunstenaar. En die denk ik op een bepaalde manier hand in hand gaat met een soort cultureel mannelijk type in Amerika met name. Wat je misschien wel zou kunnen terugvuren helemaal tot aan de priester die als het ware tegenover de eerste settlers aan het preachen is. Tot aan de kunst van het begin van de 20e eeuw. Dus en Rothko en al die, eigenlijk dat het de man als stilzwijgend medium dat toch eigenlijk op een bepaalde manier die waarheid dan kanaliseert. En dat is natuurlijk een soort macho claim. Dat is eigenlijk het narratief dat daarmee verbonden is. Ik ben het geloof ik helemaal niet met je eens. Maar ik weet niet of dat heel interessant is om dat tot na tienen. Of een medium die... want een macho, die is agerend. Een medium is een kanaal. Er is weinig macho aan om alleen maar een doorgeefluik te zijn. Nee, maar er is natuurlijk een hele... En waarom zou dat niet hysterisch zijn? Nou, dat is dus een hele goede vraag. Want er is natuurlijk wel degelijk ook iets hysterisch aan. In die zin dat... dit zijn voor mij ook nog een beetje onderontwikkelde gedachten. Maar dus je hebt... ik denk dat het wel waar is dat hysterie... Nee, ik denk dus dat het niet heel, heel anders is. Ik denk dat het heel erg op elkaar lijkt. En ik denk dat het allebei wel een heel ander beeld geeft van het zelfbeeld van de kunstenaar. Dus de kunstenaar die gebruikt natuurlijk zijn subject om eigenlijk die waarheid dan te projecteren. En daarin krijg je ook heel erg veel te zien van het zelfbeeld van de kunstenaar of de kunstenares. En seksualiteit is natuurlijk altijd onderdeel van de identiteit. Dus dat komt terug in het werk. Ik zou de discussie hierover hier graag willen stoppen. En sowieso dan moet ik de avond afronden. Het spijt me zeer. Het is 10:00. We moeten de zaal gaan verlaten. Het is heel interessant om nog verder over door te praten. En iedereen is ook nog aanwezig. Ik wil alle gasten bedanken die hier geweest zijn. Ondanks dat ze al wisten dat ze bakken kritiek over zich heen zouden krijgen. Goed dat jullie allemaal gekomen zijn. Ook bedankt degene die de column hebben uitgesproken. Gitten en Thomas. Kate, die hier alleen Kirak moest komen verdedigen. Rutger Ponsen. En ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid.